Goedenavond. Ik open de vergadering. En de heren Dankelman en Ellebroek van gemeentebelang zijn afwezig. Spreker heeft burgers, geen aanmeldingen gehad, vaststelling van de agenda. Het is weer een bijzondere avond. Eerste termijn perspectiefnota 2019-2022. En het investeringsplan. En aan het eind van deze avond gaan we schorsen. En dan gaan we donderdag verder. Is dat akkoord wat u betreft? Oh ja, en we hebben donderdag, dat is natuurlijk van belang. We hebben donderdag nog een wijziging in de APV. Die is, tijdens de afgelopen raadsvergadering is ons verzocht om dat te doen. En dat is gebeurd. Dus de uitbreiding van koopzondagen Lemmerveld, juli en augustus 2018. Iets preciezer geformuleerd, de wijzigingen in de APV ten behoeve van de uitbreiding koopzondagen en Lemmerveld, juli en augustus 2018. Ik wil de agenda vaststellen, is dat goed? Is dat gebeurd? Dan gaan we naar agenda punt 4, de perspectiefnota 2019-2022, het investeringsplan. En de algemene beschouwingen van de fractievoorzitters vragen vanuit de raad. Iedere fractie krijgt 8 minuten spreektijd. En het is de bedoeling dat u spreekt vanaf het katheder. En ik nodig als eerste uit de heer Jos Raamaker namens gemeentebelangen. En dat voor iedereen duidelijk is, het is niet de bedoeling dat u interrompeert. En als ik u juist net aankeek, was dat helemaal toevallig. Ik geef het woord aan de heer Raamaker. We hebben de titel meegegeven, samen de schouders eronder in 2019-2022. We zijn blij en erg trots op onze mooie gemeente Dalfsen. Het gaat goed met Dalfsen. Dat mag dan ook wel eens trots gezegd worden. Fijn dat we een overzichtelijke perspectiefnota van u als college van BMW en ambtenaren hebben mogen ontvangen. De aftrap van de periode 2018-2022 is geweest en we gaan voortvarend door op de ingeslagen weg. We hebben als raad samen succesvol onze raadsagenda opgesteld en ondertekend. Het document Kleurrijke Kubus geeft richting aan de komende regeerperiode. De gezamenlijkheid is en blijft een groot goed en goud voor Dalfsen. Dank aan u allen hier aan tafel dat u wederom nieuwe energie om verder te mogen bouwen aan onze mooie gemeente Dalfsen. Het samenstellen van het coalitieakkoord evenals de benoeming van de wethouders zijn goed verlopen. En in ruim 6 weken zijn we tot een akkoord gekomen om vervolgens samen weer aan het werk te gaan. Het college van BMW heeft de raadsagenda en het coalitieakkoord ontvangen. Het college kan hiermee het bestuursprogramma opstellen. De zoektocht naar een nieuwe burgemeester is in gang gezet en het wordt een boeiende periode voor ons als raad. En we zijn benieuwd wie die buitenkans oppakt. We worden blij van de eerste alinea op bladzijde 8 over de participatiewet. Meedoen naar vermogen. Kijken wat iemand wel kan en dat omzetten in passende arbeid. Als gemeentebelangen ondersteunen we dat van harte. Dat de gemeente Dalfsen het zelf het goede voorbeeld gaat geven. En andere werkgevers gaat proberen te overtuigen om mensen met een beperking in te zetten. En het plan zien we dan ook graag tegemoet. Gemeentebelangen heeft in deze beschouwing enkele aandachtspunten en daarvan is 1 het ICT-landschap. Volgens ons kan dit veel robuuster ingericht worden. Dit moet toekomstgericht, stabiel en in controle uitgevoerd worden. Een onderzoek naar het aansluiten bij het Shared Service Center, waar meer kennis en ervaring is op dit gebied, wachten we dan ook af. We zijn benieuwd of daarmee een goede kwaliteit en efficiëntieslag gemaakt kan worden. Wanneer kunnen we het resultaat van het onderzoek met de bijbehorende financiële gevolgen tegemoet zien? We zien ook graag onze wensen en suggesties uit ons verkiezingsprogramma met een antwoord tegemoet. 1, dat was de verbreding van het fietspad Lemmerveld. Onderzoek over kapping van het zwembad in Dalfsen. Oplaadpalen op zonne-energie in de kernen voor fietsen. Het verhalenpad met de tegels vanaf het station. Verkeersonderzoek naar de gevaarlijke verkeerssituaties en een hybride veld in Hoornhorst. Burgerparticipatie blijft als rode draad door onze periode 2018-2022 lopen. We vinden dat belangrijk, zoals ook vermeld in onze raadsagenda. Er zijn goede ervaringen opgedaan bij het centrumplan van Dalfsen en de Omgevingswet. Om daar nog even wat voorbeelden bij te noemen. We willen dit met name voortzetten bij het actualiseren van een nieuwe missie en visie voor 2019, als die aan de orde komt. Dat de organisatie daarvoor beter ingericht en eventueel versterkt moet worden, is voor ons vanzelfsprekend.
Dan de centrumvisie vraagt om aandacht. We zien graag zo spoedig mogelijk de aansluiting met het waterfront. Wat is de stand van zaken en de planning op dit moment? Hopelijk worden de problemen met het hemelwaterafvoer in de Prinsenstraat en de Wilhelminastraat opgelost. Daarnaast moet er speciale aandacht zijn voor de riolering in het hele klinkergedeelte van de Wilhelminastraat. De riolering is zo verouderd dat de straat en het trottoir telkens opnieuw verzakken. Dit mag niet langer labwerk zijn en moet structureel opgelost worden. Voor het tekort in de jeugdzorg wachten we de analyse af, maar dit moeten we als gemeente beter in de vingers zien te krijgen. De kosten lopen op, maar het budget juist niet. Wat ons betreft moet er een brandbrief naar Den Haag om deze ontwikkeling te keren. Is het college daartoe bereid en afhankelijk van de actualiteit dienen we op dit punt een motie in. De kindregeling is een goede ontwikkeling en we roepen de wethouder echter op dit nog beter in te richten met meer ondernemers en instellingen enthousiast te maken, zodat er meer keuze is en voor elk wat wils. De plannen die de lokale ondernemers in Ankem naar voren hebben gebracht bij de provincie, zoals de afslag het Rode Hert, de weg en de rondtonde bij landbouwmechanisatiebedrijf Prins en de inrit aanpassing bij Onderdijk, zodat vrachtwagens niet achteruit vanaf de parallelweg in hoeven te draaien, vergroten de veiligheid voor fietsers en zijn belangrijk voor de continuïteit van deze bedrijven. De kosten voor deze extra maatregelen moet niet voor rekening van de ondernemers komen. Kan de provincie dit voor zijn eigen rekening nemen, zonder het gekissen is over de eigen bijdragers van de Ankemer ondernemers? De genoemde 100.000 voor het verstevigen van de werkwijze van de regio Zwolle staat als genoemde wens. Om slagkracht te vergroten moet geïnvesteerd worden. Moet deze wens daarom niet van onvermijdelijk onderwerpen naar onvermijdelijke onderwerpen? De energietransitie is de komende jaren enorm grote en belangrijke opdracht voor het college. Hoe denkt het college de bevolking bij de totstandkoming van deze energiemix te betrekken? We willen nogmaals de veiligheid van de parallelwegen langs de N340 gaan kaderen voor onze fietsers. We blijven aandacht vragen voor deze kwetsbare weggebruikers waar we ons grote zorgen over maken. Zoals u weet zijn we als gemeentebelangen voorstander van een structureel sluitende begroting. Het zal nog een hele klus worden voor het college om dit te realiseren gezien alle wensen. De jeugdzorg, de duurzaamheid en noem maar op. We zien uw voorstellen hiervoor met belangstelling tegemoet en zullen positief kritisch meedenken. Voorzitter, we hebben 15 vragen die mede voorkomen uit ons verkiezingsprogramma, maar we willen nogmaals benadrukken dat we over het algemeen zeer tevreden zijn. We hopen dat ons positieve geluid als reactie op de voorliggende perspectiefnota de komende jaren mag doorklinken in onze hele gemeente. We wensen het college van BMW, de ambtelijke organisatie en natuurlijk onze griffie veel succes en wijsheid toe onze gemeente vitaal en gezond te houden. Ik dank u wel. Dank u wel, meneer Raamaker. Ik kijk even rond. Is er behoefte om de heer Raamaker te bevragen op een van de punten van zijn inbreng? Mevrouw Schipborst, CDA. Ik heb u horen zeggen dat het tijd is voor een brandbrief naar Den Haag over de tekorten in de jeugdzorg. Ja, we hebben begrepen dat er meerdere gemeentes nu zeg maar richting Den Haag een brandbrief sturen. En zo dadelijk kan die motie ook worden ingebracht. Dat de vraag neerleggen om daar toch meer geld los te peuteren voor de jeugdzorg. Dus van mij kan er niemand op tegen zijn. Heeft u mij niet horen zeggen? We bewaren de moties even voor volgende week donderdag. Meneer Nijkamp? Uitkomende donderdag, sorry. Meneer Nijkamp. Dank u wel, voorzitter. Het was een snelle bijdrage van gemeentebelangen dit jaar. Prima. Maar ik zal me afvragen of er nog een bladzijde mist. Want wat we een beetje missen in de hele beschouwing is van hoe gemeentebelangen denkt het financiële tekort voor de komende jaren weg te werken. Want er is een behoorlijk gat geconstateerd door het college. En het enige wat we constateren is dat het gat alleen maar groter wordt gemaakt door nog meer wensen erin te gooien. Hoe denkt u nou dat gat van 1 miljoen dicht te maken? De wensen die we hebben opgenomen, dat was dus eigenlijk, die kwamen uit ons verkiezingsprogramma. Dus die vonden we ook genoodzaakt om hier weer in terug te brengen. En misschien door slimmer met energie om te gaan, ook bij het zwembad, ja, kun je misschien wat dingen wat in samenhang doen, zodat het qua energie verdeliger wordt. En dat je dus op een gegeven moment wat dingen daar realiseert. En zo is het met heel veel dingen, want ja, we hebben nog een x aan de andere dingen. Maar we snappen zeg maar, dat er keuzes moeten worden gemaakt.
Alleen, ze staan er nu in alleen voor een onderzoek. Dus eerst het onderzoek maar eens afwachten wat het gaat kosten. En het college heeft nu net zeg maar, de bescheiden ontvangen. Dus die zullen toch nu naar buiten moeten komen van, nou, hoe ziet de toekomst eruit? Maar heb ik het al goed begrepen dat u zegt van, nou, als we het zwembad een beetje aanpakken, dan halen we daar jaarlijks al een miljoen euro uit? Nee, er zijn meerdere dingen. Duurzaamheid, die heb ik net ook genoemd, dus dat is ook een behoorlijke forse. En ook zeg maar de jeugdzorg, ja, die snappen we dat die eraan gaat komen. Dus het is niet zo dat we direct in de halleluja stemming zijn ten aanzien van de financiën, maar er zullen keuzes moeten worden gemaakt. En die keuzes willen we graag straks kritisch volgen in de rest van de beschouwing. Dank u wel. Meneer Schrijver, D66. Ja, even in aanvulling op de vraag van de heer Nijkamp. Wat wil gemeentebelangen nu met het tekort wat geconstateerd wordt? De heer Ramaker geeft aan dat de wensen uit het verkiezingsprogramma erin staan. Maar er staat ook een bedrag van 100.000 euro voor het verstevigen van de werkwijze van de regio Zwolle. Er stond heel veel in het verkiezingsprogramma van gemeentebelangen wat over lokaal ging. Dit gaat over regionaal, dit stond er niet in. Maar er staat wel bij, moet deze wens daarom niet naar onvermijdelijke onderwerpen? Wat vindt gemeentebelangen hier nu zelf van? Moet dit naar onvermijdelijke onderwerpen? Nou, dat is een vraag. Ik denk, als iedereen in de regio zegt van wij sluiten niet aan, ja, dan komt er niks tot stand. Dus het moet en-en volgens mij, dat je op een gegeven moment wat slimmer met elkaar omgaat. En dat je regionaal, zeg maar, daar de vruchten van plukt. Goed, u stelde de vraag. Dus misschien kunnen wij die straks beantwoorden. En ik neem aan dat u die gesteld heeft omdat u hem belangrijk vond. Kijk even rond. Anderen nog? Laten we het hierbij. Meneer Ramaker, dank u wel. En dan nog, nodig ik mevrouw Haleman uit van het CDA. Voorzitter, allereerst dank voor iedereen die meegewerkt heeft bij de totstandkoming van deze nota. Vorig jaar startte ik onze beschouwing met een opmerking over financiële tegenwind. Deze financiële tegenwind zien we nu terug in deze perspectiefnota. We moeten keuzes maken. Maar laten we eerlijk zijn, keuzes maken is een luxe, omdat er keuzes te maken zijn. We wonen in een prachtige gemeente, het is hier goed wonen, ondernemen en recreëren. We hebben gemiddeld de laagste last in Overijssel en zijn een veilige gemeente. De vraag die we ons gesteld hebben, welke keuzes willen we maken? We hebben deze keuzes aan de hand van de volgende drie thema's gemaakt. Een sterke samenleving, iedereen doet mee en een eerlijke economie. Allereerst begin ik met de sterke samenleving. De kracht van onze samenleving, de inwoners van Dalfsen, ligt in een gedeeld besef van onderlinge verbondenheid tussen jong en oud, arm en rijk, gemeente en inwoner. Die sterke samenleving moet bestand zijn tegen de grotere veranderingen van deze tijd. In een sterke samenleving voelen burgers zich veilig, thuis en niet overgeleverd aan de bureaucratie of de grillen van de markt. We hebben zelf de regie. Iedereen doet mee. Met elkaar hebben we de sleutel in handen voor een betere toekomst. Als we vertrouwen hebben in elkaar, dan staan we sterker in de uitdagingen die op ons afkomen. Goed onderwijs is voor het CDA van wezenlijk belang. Het is waardevol als onderwijs wordt aangeboden vanuit een bepaalde levensbeschouwelijke visie. Maar we moeten onze ogen niet sluiten voor de ontwikkelingen. We krijgen te maken met krimp, we zien steeds meer ontwikkelingen op het gebied van integrale kindcentra. Het is zaak om hier als gemeente over in gesprek te zijn met de schoolbesturen om een landelijke lange termijnvisie te ontwikkelen. We willen wijs investeren en versnippering tegengaan. Op het gebied van leerlingenvervoer ondersteunt de CDA-fractie de initiatieven, maar wil expliciet meegeven dat terdege rekening moet worden gehouden met de indicatie van de gebruiker. Niet alle leerlingen kunnen samen reizen. Samen zijn, samen organiseren, verbindt. Organisaties van dorpsfeesten, cultuurevenementen moeten daarom maximaal gefaciliteerd worden. Verdeling van de budgetten over de kennis, zoals bij Kunsten op Straat, juichen wij dan ook van harte toe. Wij zijn dan ook benieuwd hoe het staat met een eenvoudige manier van vergunning voor kleinere evenementen. Het beleidsplan recreatie en toerisme vinden wij mager. Dalfsen is de poort van het Vechtdaal. Dit willen wij maximaal benutten door samen met andere Vechtdaalgemeenten. De CDA-fractie wil dan ook meer initiatieven zien op het gebied van recreatie en toerisme. Kan het college ons meenemen in de plannen die de komende periode op de planning staan? In de nota wordt gesproken over harmonisatie van toeristenbelasting. Als het meer wordt, wat zien onze recreatiebedrijven hiervoor terug?
In het hoogwaterbeschermingsprogramma wordt gesproken over oostelijke kaders welke belangrijk zijn voor onze recreatie. Kan het college deze ontwikkelingen toelichten? Wij vragen het college nadrukkelijk rekening te houden met de agrariërs in het gebied, de beheerders van de dijken en de uiterwaarden. Voor de komende jaren worden er geen voorbereidingskosten geraamd. Is dit reëel gezien de opgave die op ons afkomt? De CDA-fractie ziet dat de inwoners van Dalsen graag vertoeven in een groene omgeving. Dit zien we echter steeds minder terug in de tuinen van onze inwoners. Daar zien we juist dat er steeds meer verstening plaatsvindt, omdat dit zo makkelijk is in het onderhoud. CDA-fractie stelt voor om de mogelijkheden te onderzoeken om bij de kaveluitgifte het aantal vierkante meters verharding te maximaliseren. Het is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid om overlast van regenwater tegen te gaan. Misschien is dit een van de stappen die we de komende periode kunnen zetten om klimaatadaptief te worden. Hiervoor gaan we dan waarschijnlijk ook een motie indienen. Wij zijn dan nog wel erg nieuwsgierig naar de omvang van de stappen die we nog meer moeten zetten. De CDA-fractie kijkt uit naar de behandeling van de nota energiemix. Hoe stimuleren we duurzame energieopwekking met zoveel mogelijk draagvlak? Het CDA is groot voorstander van zon op daken en we vragen het college dit maximaal te faciliteren en aan te haken bij provinciale en landelijke initiatieven. Alleen met zon op daken gaan we de doelstelling niet halen. Wij zien meer in de nieuwe opwekking om nieuwe opwekking te onderzoeken en het stimuleren van minder verbruik dan onze mooie natuur vol te zetten met zonnevallen en windmolens. Het verduurzamen van onze gebouwen, sportparken en scholen is hierin een goed voorbeeld. Een aparte paragraaf duurzaamheid ondersteunen we dan ook van harte gezien de opgave die we hebben. Wij mogen als inwoners van Dalsen trots zijn op onze sportaccommodaties. Elke kern heeft de beschikking over mooie terreinen en gebouwen. Dit willen we graag zo houden. Wij vragen het college de financiële consequenties met betrekking tot de BTW op sport zo eenvoudig mogelijk te regelen. Het is bekend dat onze wensen vanuit het coalitiedocument nog niet zijn opgenomen in deze nota. Maar we willen het college vragen om de palen in hoornos met betrekking tot het onderzoeken van het hybride veld op te nemen in de begroting. De dorpspleinen van Nieuw-Leusden en Leemleveld zijn onlangs vernieuwd. Ook voor Dalsen hebben we hoge verwachtingen. We zien uit naar een uitwerking van de centrumvisie voor Dalsen. Iedereen doet mee. Een maatschappelijke opgave staat centraal. We beschermen en steunen de zwakkeren. We sluiten niemand uit. Mensen met gezondheidsproblemen doen mee. Preventie en zorg richten we op kwetsbare groepen. Dat hier veel middelen in omgaan is duidelijk. Dit mag ook, want iedereen doet mee. Echter, op dit moment hebben we te weinig grip op de uitgaven, vooral bij jeugdzorg. Er vindt een analyse plaats op dit dossier. We wachten met smart op de uitkomst. Pas dan weten we hoe we door middel van nog meer preventie en vroeg signalering hierop in kunnen zetten. Het loslaten van het uitgangspunt, we doen het voor de middelen die we ervoor krijgen, kan de CDA-fractie zich prima in vinden. Wij ervaren dat het sociaal domein steeds meer verweven zit in de keuzes die we moeten maken binnen andere programma's. Op het gebied van publiekszaken spelen er diverse positieve ontwikkelingen. Wel willen wij aandacht vragen voor de minder computervaardigen onder ons. Ook voor die inwoners moeten we bereikbaar blijven. Met de invoering van het abonnementstarief eigen bijdrage wordt stapeling van kosten voor zorg en ondersteuning verder beperkt. Dit ondersteunen we van harte, ook al betekent dit extra lasten voor de gemeente. In de technische antwoorden wordt vermeld dat begeleid wonen niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Maar de gemeente kan toch wel lobbyen om deze manier van wonen ook in Dalsen beschikbaar te stellen, zodat inwoners zoveel mogelijk in de buurt van familie en alle sociale contacten kunnen blijven wonen. En als laatste, eerlijke economie. Een eerlijke economie betekent dat mensen moeten kunnen profiteren van een goed economisch klimaat en dat iedereen de kans krijgt om met zijn talenten een eerlijk inkomen te verwerven. Het betekent ook rekening houden met leefbaarheid en de leefomgeving. Fijn wonen en werken in Dalsen. We willen goed zorgen voor wat van waarde is, de lokale economie stimuleren en de werkgelegenheid laten groeien. In deze nota lezen we de verkoop van bouwkavels als dat ze zeer voorspoedig verlopen. Is dit voor alle kernen zo? Hoe ver staat dat met de toezeggingen in Oud-Leusden? De wens om 100.000 beschikbaar te stellen voor de samenwerking met de regio Zolle vinden wij inhoudelijk nog wat mager. Het eerste plan om aan de slag te gaan met de mismatch in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, het tekort aan technisch personeel, vinden wij positief. De CDA-fractie ziet graag meer van deze gezamenlijke plannen in de regio. Afgelopen periode lezen we steeds vaker dat er sprake is van drugsafvaldumping in het buitengebied. Op dit moment mag de eigenaar van de grond de onkosten voor ruiming zelf betalen.
De CDA-fractie is van mening dat dit een gemeenschappelijk probleem is die we gezamenlijk moeten dragen. Hoe denkt het college hierover en zijn er mogelijkheden om hier ergens iets voor te regelen? Onze openbare ruimte ligt er strak bij. Dit willen we zo graag zo behouden. Maar niet ten koste van alles. Ook hier moet continu keuzes worden gemaakt. Wat ons betreft gaat het wel verbinden van de mensen boven de investering in onderhoud van het openbaar groen. De CDA-fractie verbaast zich dan ook over het materieel van de buitendienst. Natuurlijk moet het materieel goed zijn en op het gebied van veiligheid en arbo. Maar dit wil niet zeggen dat we hiervoor een Mercedes plus nodig zijn. Volgens de CDA-fractie kan dit wel een tandje minder. We horen graag de mening van het college. Voorzitter, ik kom tot een afronding. Als de CDA-fractie moet kiezen, dan investeren wij liever meer in de mens en energie. Extra uitgaven voor de inzet van burgerparticipatie sluit dan achteraan in deze rij. Dit alles voor een behoud van een mooie groene gemeente. Mevrouw Hamerman, dank u wel. Ik kijk even rond. Is er iemand die mevrouw Hamerman wil bevragen? Meneer Broer, Partij van Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal me beperken, want ik heb heel veel vragen, maar ik zal er twee stellen. Ik vind het heel fijn om te zien dat er aandacht is in het verhaal van het CDA over de wijze waarop we ons moeten aanpassen op klimaatverandering. Dus klimaatadaptatie, met een moeilijk woord. En ik vind ook dat jullie daar op zich een heel goed voorstel voor doen. Het enige waar bij mij enige aarzeling zit en waar ook de vraag zit, is van jullie leggen het op aan nieuwe mensen die zeg maar iets nieuws gaan bouwen. En het lijkt ons wel heel sterk om ook met de mensen die al die tegels al hebben liggen, om te kijken hoe we daar kunnen gaan stimuleren dat die tegels de tuin uitgaan, zeg maar. Dus als we dat op een of andere manier zouden kunnen toevoegen, dan denk ik dat we tot een leuk voorstel kunnen komen met elkaar. Dus dat wou ik even als commentaar geven. Dan heb ik één vraag. Over het stukje duurzaamheid geven jullie aan, alleen met zon op daken gaan we de doelstelling niet halen. Ik ben heel blij dat we die kennis delen. Maar de zin daarna is voor mij wat onduidelijk. En daar zou ik graag wat uitleg over zien. Want er staat, wij zien meer in nieuwe opwekking onderzoeken en het stimuleren van minder verbruik. En in hoeverre draagt dat bij aan meer aan een duurzamere energievoorziening? Dus daar was ik even benieuwd naar. Nou, dat bedoelen we naar opwekken en minder verbruik. Ja. Nou, andere vormen van opwekkingen, omdat de techniek zich natuurlijk heel snel ontwikkelt om te kijken van wat komt er nog aan en werkt dat net zo goed als zonnevelden, zeg maar. Dus meer in die hoek kijken. En het verduurzamen van woningen, dus isoleren en dergelijke. Ik denk dat we daar ook een hele slag mee kunnen slaan. Ook daarmee zijn we er niet. Maar ik zou dat eerst liever uitnutten, of wij als CDA, dan dat we alles nu volplompen met zonneparken en windmolens. En dat we daarna nog kijken van, hé, zullen we de huizen nog even isoleren? Dus de juiste volgorde, zeg maar. Dat zien wij graag. Dat is het antwoord. En dat eerste opmerking, daar sluiten we graag bij aan. Maar wij dachten, dit is al makkelijk om te doen. En het andere, dat zullen we zeker steunen. Ja. Dank u wel. Andere op dit punt, meneer Nijkamp, Christine. Dank u wel, voorzitter. Een aantal interessante voorstellen gelezen en gehoord. Waarvoor dank. Daar komen we vast donderdag nog op terug. Blijven twee vragen hangen. Zoals u het formuleert, is het hybride veld voor Hoornhorst ongeveer het speerpunt van het coalitiedocument voor u. Dat is het enige waarvan u zegt van nou, dat willen we nou echt uit het coalitiedocument gerealiseerd zien. Dan denk ik van, dat zal toch niet de ambitie zijn van de coalitie. Tweede vraag, die is misschien wat serieuzer bedoeld. U geeft één onderwerp aan waarin u zegt van nou, daar kunnen we misschien wel wat bezuinigen. Dat zit in de IBOR. Nou, meen ik me te herinneren dat juist in de bestuursrapportage is aangegeven dat we daar sowieso al een probleem hebben. Dat maar de vraag is hoe we die bezuiniging van vorig jaar geëffectueerd kunnen krijgen. En wat u nu eigenlijk zegt is van nou, we gaan er nog even wat meer van afhalen. Hoe realistisch is dat? Ik begin even met de laatste vraag. Hoe realistisch is dat om daar meer af te halen? Nou, wij hebben gezien wat de kosten zijn van het materieel en wat er rondrijdt. En wij denken dat daar wel een bezuiniging te halen is door de afschrijving wat langzamer te doen. Dat we de apparatuur wat langer houden. Of minder duur en minder uitgebreidere apparatuur kopen dan wat we nu hebben. Dus dat we daar wel een slag in kunnen slaan. En de kosten, ja, met de e-board hebben we al eerder discussie hier in de raad over gehad. We hebben een norm afgesproken, maar soms denk ik dat die norm nog ruim gehaald wordt. Dus ik denk dat we daar best nog wel wat kunnen snijden.
in het onderhoud en in het netjes houden van de gemeente Dalfsen. En de eerste vraag ben ik nu even kwijt. Dat ging over... Het ging over de vraag over het hybride veld. Het coalitieakkoord. Ja. Of dat het enige is van het coalitieakkoord. Daar zou ik eerlijk in zijn, we hebben 8 minuten. En ik heb behoorlijk moeten schrappen. Ik denk, nou, dit staat in het coalitiedocument. Ja. Dus ga ik niet herhalen. Heel goed. En het is ook jammer dat u door de vraag van de heer Nijkamp toch nog... De kans krijgt om het te... Ja? Ja. Oké. Okay. Meneer Schrijver, D66. Ja, even een korte vraag. Bij de afsluitende zin zegt het CDA, wanneer we moeten kiezen, investeren we liever meer in de mens en energie, maar extra uitgaven voor de inzet van burgerparticipatie sluit dan achteraan in deze rij. Is die inzet van burgerparticipatie niet juist een investering in de mens? Want zo kijk ik er tegenaan. Nou, wij bedoelen hier in de mens meer het sociaal domein verhaal met de mens. Dus ik denk dat het op een ander vlak zit. En wil niet zeggen dat wij burgerparticipatie niet belangrijk vinden, maar ik denk dat we goed moeten kijken, wat zetten we in, waar heeft het publiek behoefte aan? We hebben onlangs een ervaring gehad. Ik denk van ja, dat vind ik zonde van de kosten. Dan zet ik het liever in op verduurzaming van onze gemeente en op de mens, dan dat we daar kosten voor maken. Dus ik wil niet zeggen dat we burgerparticipatie niet belangrijk vinden, maar we willen wel heel goed kijken van wanneer zetten we het in, en wat zijn de opbrengsten en wat zijn de kosten. Dank u wel, mevrouw Hermelman. Dank voor uw inbreng. Ik ga naar de derde inbreng voor vanavond. Dat is de heer Nijkamp van de ChristenUnie. Meneer Nijkamp, mag ik u uitnodigen? Voorzitter, keuzes maken voor een financiële balans in het meerjarenperspectief. Dat is de uitdaging op basis van de gepresenteerde perspectiefnota wat ons betreft. En we danken het college voor de perspectiefnota, geschreven in een demissionaire toestand. En dit betekent dat de raadsagenda en het coalitiedocument hierin nog niet zijn verwerkt. En zelfs dan al de eerste jaren een serieus tekort. Met de inzichten tot nu toe lijkt er niet veel ruimte voor nieuw beleid op korte termijn. En dat vinden we een vervelende constatering, met name als het gaat om de raadsagenda. Het nieuwe college roept de raad op om met denkrichtingen te komen. We zijn het eens dat er een sluitend meerjarenperspectief moet komen en blijven. En we denken graag mee in deze beschouwingen. Overigens, wat zijn de gedachten van het college zelf? Eerst een korte analyse van de perspectiefnota, inclusief mij, circulaire. De eerste jaren komen we een kleine 1 miljoen tekort en op langere termijn komen we weer in de plus. En we moeten dus zorgen dat het financiële meerjarenbeeld beter in balans komt en de vraagt keuzes. En waar kiezen we voor? Nou, in lijn met ons verkiezingsprogramma kiest de ChristenUnie voor de volgende speerpunten. Zorgen dat iedereen meetelt. Dat raakt met name het sociaal domein. Investeren in de toekomst van kinderen. Dat raakt met name duurzaamheid. En meewerken aan een veilige samenleving. Dat spreekt voor zich. We kiezen ervoor om de onderwerpen die hieraan bijdragen in eerste instantie te ontzien om de financiële balans weer te herstellen. En dit wil overigens niet zeggen dat er op onderdelen niet slimmer kan worden gewerkt. Hierover verder op meer. En waar zien we dan wel mogelijkheden om de balans te herstellen? Allereerst kosten beperken voor 2019 en 2020. Door zaken die niet direct bijdragen aan deze drie speerpunten strikter te beoordelen. Mogelijkheden benutten om onderwerpen naar achter te schuiven of te versoberen. Dit kan dus ook incidenteel zijn. En als we met deze bril naar de perspectiefnota kijken, dan zijn er best een aantal mogelijkheden. En we noemen er enkele. Concretisering Centrumvisie Dalfsen. Niet voor alle hotspots is het op korte termijn een stedenbouwkundige visie nodig. Volstaat misschien in 2019 dat we een visie ontwikkelen voor de Oostpoort en als zich op enig moment concrete kansen voordoen voor andere punten, dan pak je die op dat moment op. Overigens verwachten dat de Oostpoort al een uitdaging op zich is. Missie en visie. Mogelijk kunnen we dit sterker combineren met de ontwikkeling van de omgevingsvisie. Als dit zich dan uitspreidt over 2019 en 2020, is dit prima. Actualisatie beleidsnota speelterreinen. Wat gaat er mis als we alleen de titel veranderen? Routestructuren. We hebben nog niet de indruk dat we de weg kwijtraken, toch? Kanaalplan Leemleveld. Waarom zo'n haast? Laten we eerst het Kroonplein maar eens afhandelen. Doelmatigheidsonderzoeken. Intern organiseren en desnoods tussen gemeenten onderling. Promotiebeleid.
misschien eerst de komende jaren weer werken om de interne zaken op orde te krijgen. En personeel en automatisering. Het lijkt weinig realistisch om vanaf 2019 direct al met een hoge en overigens niet nader uitgewerkt bedrag effectief te besteden. Er zal ongetwijfeld sprake zijn van een groeimodel. Regio Zwolle klinkt ambitieus en belangrijk, maar is tegelijk niet concreet. Wat ons betreft eerst maar eens één onderwerp oppakken en laten zien wat het oplevert. En voorzitter, zo zijn er nog meer mogelijkheden te benoemen uit de lange rij van onderwerpen in de perspectiefnota en mogelijk in die onderwerpen die niet expliciet zijn benoemd. Tweede punt is opbrengsten verhogen. Dat biedt ook mogelijkheden voor een betere balans. Geen legers weggeven zoals nu wordt voorgesteld voor evenementen en feesten. Nivellering van de toeristenbelasting in het Vegdal lijkt eenvoudig te kunnen leiden tot extra opbrengsten. Onderzoek de heffingsprocessen van GBLT. De reeks van berichten vanuit deze organisatie doet vermoeden dat de administraties niet compleet zijn. En kosten voor akten verrekenen in de tarieven. Maar ook op de door ons drie genoemde speerpunten kunnen we mogelijk slimmere keuzes maken. Duurzaamheid. Het gaat hierbij om het maximale effect wat een euro van de gemeente kan bewerkstelligen. Als je hierop gaat sturen, dan kan het zijn dat je niet in extreme zin als gemeente het voorbeeld wil geven. Een goed voorbeeld geven is ook verstandig omgaan met investeringsmomenten. Denk hierbij aan de vervanging van materieel. Maar ook op het gebied van verduurzaming van gemeentelijke gebouwen kun je kiezen voor bijvoorbeeld 2 kansrijke gebouwen en daarmee aan de slag gaan. En de andere 20 na 2021 te verduurzamen. Sociaal domein. Voor 2018 in de eerste bestuursrapportage hebben we al gesteld dat bezuinigingen op het sociaal domein nu niet aan de orde zijn. Maar u begrijpt dat we tegelijk erg nieuwsgierig zijn naar de analyse met betrekking tot de steeds toenemende vraag in het sociaal domein. In het bijzonder de jeugdzorg. Met name ook de lokale bijzonderheden. Want dat zijn mogelijke onderwerpen waar we ook lokaal beleid op kunnen formuleren. Wat is de Dalse kracht? Hoe benutten we die en hoe kunnen we die verder uitbouwen? En wat betreft ontwikkelingen die boven lokaal of landelijk zijn, kunnen we vanuit de regio oppakken of in Den Haag in de orde stellen. Scholing is belangrijk, maar lijkt in het sociaal domein wel erg ruim ten opzichte van andere afdelingen. Als laatste, en dat is ook echt in de volgorde, noemen we de mogelijkheid om naar de OZB-belasting te kijken. Dalfsen is trots op lijstjes. De duurzame, de groenste, de veiligste gemeente met buitenkansen. Maar als de kwalificatie van de goedkoopste betekent dat we een langdurig en serieus tekort hebben, dan is de balans zoek. We maken nog een aantal inhoudelijke opmerkingen. Er is een klimaatwet in de maak. Groningen blijft op haar gasbel zitten. De technologische ontwikkelingen gaan snel. En natuurlijk gunnen we onze kleinkinderen een gezonde leefomgeving. Dit vraagt om een dynamische energiemix. Primair wind en zon, maar mogelijk ook nog andere vormen. We besluiten inmiddels over zonneparken, maar sommige experimenten hebben minstens 25 jaar effecten. En in dit kader vragen we ons af of het oprukken naar honderden hectare zonneparken wenselijk is. We koersen graag op concrete initiatieven van elk van de duurzame dorpen. In welke mate is het mogelijk om een zekere vorm van zelfvoorzienendheid per kern te realiseren? Let op dat er ook nog plaatselijke belangen buiten deze 5 dorpen lijken te vallen. Hoe nemen we deze gemeenschappen mee? Veiligheid. Nu het kabinet niet voor een landelijke maatregel kiest, ligt de bal bij de gemeente. In 2015 heeft de ChristenUnie dit onderwerp al aan de orde gesteld. En het college zal vervolgens verkennen wat de mogelijkheden zijn voor concentratie en of beperkingsmaatregelen van vuurwerk. In de afgelopen 3 jaar is de maatschappelijke roep sterker geworden en we vragen het college hierop steviger te acteren. We vragen een oplossing voor actief en tijdig informeren van burgers bij ruimtelijke ordeningprojecten en aanvragen. Bijvoorbeeld via een alert, al dan niet via een app. Concreet en relatief eenvoudig. Beperking leerlingenvervoer. Waarom is dit een taakstelling? Is het misschien een streven dat onderzocht moet worden? Procesmatig stellen we voor dat de keuzes die gemaakt moeten worden niet pas bij de begroting besproken moeten worden, dat is in november, maar alvast verkennend in september. Voorzitter, ik sluit af. We zien nog best de nodige kansen om de financiële balans weer terug te vinden.
We hebben de nodige suggesties gegeven en tegelijk hebben we enkele hekken om onderwerpen gezet die te waardevol zijn om op te korten. Gelet op de noodzakelijke ingrepen willen we over concretisering hiervan eerder van gedachten wisselen dan in november bij de begroting. We wensen allen veel wijsheid toe en, om met de spreukendichter te spreken, goede adviezen brengen gedachten ten uitvoer. We wensen de gemeenteraad, college en organisatie en onze inwoners God zegen toe om plannen te maken, eerlijk, rechtvaardig en duurzaam. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Blijft u nog even staan, alstublieft. Ik kijk even rond of er behoefte is om u te bevragen. Mevrouw Ramelman, CDA. Dank u wel, voorzitter. In de stukken zit een mooi plaatje en er staat op 600 hectare. Maar ik kan deze niet plaatsen in de tekst, dus ik wou graag een toelichting. Plaatje van? 600 hectare. Ja. Ja, dat is... Dat plaatje, dat... Ja, dit... Ja, er zijn meerdere plaatjes. Dit geeft even aan wat 600 hectare in onze gemeente is. En wij zeggen niet wat dat daar die 600 hectare komt te liggen. Maar... Het is bedoeld om even een stukje bewustwording op gang te brengen van wat is 600 hectare in volume als je kijkt van bovenaf naar onze gemeente. En dat hebben we maar weer willen aangeven als pleidooi om hier ook wel heel kritisch en zorgvuldig naar te kijken. Anton nog, kijk even rond. Dat is niet zo. Meneer Veldhuis, CVD. Sorry, voorzitter. Ja, dank u. Ik heb even een hele korte vraag. Misschien mis ik de grap, ik weet niet of dat als grap bedoeld is, de actualisatie van beleidsnota van een speelterrein. En wat gaat er mis als we alleen de titel veranderen? Wat bedoelt u daarmee? Ik vat hem even niet. Nou, voor volgend jaar is dat een traject wat is voorzien. En de vraag die er natuurlijk achter zit is van, wat is nou nut en noodzaak van weer opnieuw daarna te kijken? We hebben dat nog niet zo lang geleden eigenlijk hier allemaal ook weer besproken. Onze vraag is eigenlijk van, is dat nou wel zo nodig? Wat gebeurt er als we de titel veranderen? Waarschijnlijk gaat er dan niks fout. Dat is even onze verwachting. Maar goed, we horen daar graag van het college straks een antwoord op. Maar zo is die bedoeld. Dank u wel. Meneer Kouwe, CDA. Ja, dank u wel. Meneer Nijkamp, als ik kijk naar dat lijstje met verzoberingsmaatregelen, staat er ook de centrumvisie Dalsen bij. Zou dat niet juist een mogelijkheid zijn om financiële meevallers te creëren? Zeg maar dat je grotere baten hebt dan lasten. Natuurlijk komen de lasten voor de baten, dus dan zou je eerst moeten investeren. Maar zitten daar juist ook niet mogelijkheden in om juist die investering te doen om andere verdienmodellen te creëren? Ja, dat is natuurlijk wel een hele boeiende in relatie tot een aantal, ik noem dan maar even hotspots in de centrumvisie van Dalfsen. Maar wat we al eerder hebben uitgesproken, wat volgens mij ook wel wat breder gedragen is, is dat we eerst maar eens prioriteit moeten leggen bij de oostkant van Dalfsen. We hebben dat maar de Oosterpoort genoemd. Dat is wel een vrij complex terrein, is onze inschatting. Daar zijn we nog niet uit. En als dat het belangrijkste is, dan stellen wij voor om volgend jaar daar maar eens op te concentreren. En niet 3, 4, 5 plannen parallel met elkaar te ontwikkelen. Want waarschijnlijk komt daar toch voorlopig helemaal niks van terecht. Dus probeer eerst dan maar dat terrein aan te pakken wat de hoogste prioriteit heeft. En of dat uiteindelijk zal leiden tot ook financiële baten, dat zal dan wel blijken. Dat is voor ons nog geen gegeven dat we daar heel veel aan over gaan houden. Maar het zou mooi zijn. Dank u wel. Meneer Broeren. Ja, voorzitter, nog een verduidelijkende vraag. Want ik begrijp het nu ook goed volgens mij, want Oosterpoort is door jullie een naam die bedacht is. Want ik ken hem niet. Is dat het gebied van de Aldi en de Lidl en dat gedeelte? Ja. Alright. Nee, ik heb er jaren gewoond, maar ik had die naam nog nooit gehoord. Dus dank u wel. Oostelijke entree kan ook. Ja. Daarmee is die naam overigens nog steeds niet gevestigd, hoor. Dus want u bent niet de enige. Meneer Nijkamp, mag ik u bedanken. En ik, meneer Broeren, nodig u uit voor het spreekgestoelte. Dank u wel, voorzitter. De perspectiefnota 2018. De eerste voorjaarsnota van deze raad. Maar nog niet helemaal de eerste van het nieuwe college. Er is immers nog geen bestuursakkoord en we zien dan ook nog niet echt een doorvertaling van het coalitieakkoord in deze nota. Dat maakt het geheel voor ons soms wel wat lastig om te duiden. Maar los daarvan, complimenten voor de opstellers. De manier waarop je in het stuk wordt meegenomen is plezierig en het geheel is overzichtelijk. Al blijven sommige onderdelen taaie kost om goed te kunnen doorgronden.
Over 2017 hebben wij weer als vanouds een overschot. Daar ga ik niets meer over zeggen. Mooi. Ook de algemene reserve groeit dit jaar weer behoorlijk aan. De prognoses voor de komende jaren laten wat de begroting betreft een ander beeld zien. Met name het vooruitzicht op de korte termijn vertoont een wat grillig beeld. Echter, hier staan volgens ons naast de uitgaven in de jeugdzorg een aantal verantwoorde investeringen tegenover gericht op de lange termijn. Denk hierbij aan de investeringen in onze organisatie. Ik kom hier later nog op terug. Het lange termijn perspectief ziet er onverminderd gezond uit. Ook omdat we als Dalfsen naast goed kijken naar de uitgaven, ook echt ruimte hebben om te kijken hoe we onze inkomsten kunnen verhogen. Wanneer dit laatste nodig mocht blijken om goede zorg voor onze inwoners te garanderen, dan is dit wat onze fractie betreft zeker een mogelijkheid. Voor onze fractie geldt dat de goedkoopste willen zijn geen doel op zich is. Het zijn van de beste gemeente voor onze inwoners is dat wel. En de eerste vraag is dan ook of het college die zienswijze deelt. Onze inbreng loopt verder langs drie lijnen. Een opmerking over de decentralisatie in het sociaal domein, een aantal opmerkingen over de perspectiefnota zelf en een aantal voorstellingen die we zelf willen doen ter aanvulling. Ten eerste de opmerking over de decentralisatie in het sociaal domein en meer specifiek de jeugdzorg. Al enkele jaren houden we als gemeente rekening met extra kosten die gepaard zullen gaan met de decentralisatie in het sociaal domein. Jaar na jaar leken deze kosten mee te vallen. Sterker, er is flink wat geld uiteindelijk teruggevloeid naar de algemene reserve. Wij hebben sterk het idee dat de echte transformatie nu pas op gang aan het komen is. En wij hebben er vertrouwen in dat we dit met elkaar kunnen. We moeten ons daarbij wel het volgende realiseren. Belangrijk onderdeel van de decentralisaties was, naast dat de gemeente dichter bij inwoners staat, dit ook de overheidslaag is die zorg en inkomen anders kan organiseren. Met de nadruk op het woord anders. Kleinschaliger, integraler, waar nodig en uiteindelijk ook daarmee goedkoper. Dit hele denken leunt wel op de gedachte dat we investeren in preventie. Het voorkomen van werkloosheid, het voorkomen van schulden, het voorkomen van sociale isolatie en het voorkomen van zorgvragen, om er maar een paar te noemen. Anders organiseren vergt investeringen op de korte termijn om winst op de lange termijn te kunnen behalen. Zonder preventie zullen de kosten alleen maar oplopen. Investeer daarom in onze mensen en in de verenigingen en organisaties binnen onze gemeenschap. Voor ons is het dus onbespreekbaar om net nu de transformatie op gang komt, eventueel te gaan snijden in budgetten die juist hiervoor zijn bedoeld. Wel moeten we structureel scherp blijven kijken waar eventuele kostenstijgingen nu door veroorzaakt worden. Voor wat betreft de jeugdzorg wachten wij dan ook met spanning op de analyse hiervan van het college. Maar laat één ding duidelijk zijn. Zolang de transformatie nog in volle gang is, in Dalfsen gaan we ervan uit dat burgers de zorg behouden die zij nodig hebben. Wat het ons ook kost. Dan ons tweede punt, de perspectiefnota. Er wordt een groot aantal structurele en incidentele wijzigingen doorgevoerd. Echter, het is de andere ook al gezegd, zien we hier nog niet scherp de lijn van het coalitieakkoord terugkomen. De hierin opgenomen ambities, ik noem bijvoorbeeld duurzaamheid, zullen ook effect hebben op het meerjarenperspectief. Kunt u aangeven op welke termijn u dit inzicht denkt te geven? Ook zijn we benieuwd naar de prioritering die het college hierbij zal hanteren op en tussen de verschillende onderwerpen. Kunt u daar al iets over zeggen? Dan pagina 7. Hier spreekt u over de gemeente Dalfsen als aantrekkelijke werkgever. Het gaat daarbij onder andere om de instroom van mensen met een arbeidsbeperking in de eigen organisatie. Wij hebben begrepen dat u dit najaar met een plan van aanpak zult komen om de inspanningen om dit nu echt van de grond te krijgen concreet te maken. Wij zien in andere gemeenten erg goede voorbeelden. Is het college bereid zich hierdoor te laten inspireren? En zoals u terecht zelf in uw stuk opmerkt, is er sprake van een flinke krapte op de arbeidsmarkt. U geeft dan ook aan te willen investeren in onze mensen, onze medewerkers. En dit juichen wij van harte toe. Goed beleid en goede service voor onze inwoners begint bij ambtenaren die zich gewaardeerd en gekoesterd voelen. Als daarnaast organisatieverandering, training en opleiding extra middelen voor nodig zijn, dan zijn dit nu precies het type investeringen waar ik eerder in onze bijdrage over sprak. Doen. Maar doen we op dat vlak nu genoeg? Die vraag blijft bij ons nog wat hangen. En daar hebben we graag een antwoord van het college. Een andere investering voor de komende jaren die de nota ontschetst zijn de investeringen in de fietsveiligheid in onze kernen en de snelfietsverbinding naar Zwolle. Een lang gekoesterde wens van onze fractie. De eerste schetsen die wij ondertussen hebben mogen zien stemmen ons erg vrolijk. Wanneer verwacht het college voor dit onderwerp met een investeringsvoorstel naar de raad te zullen komen? En dan wat betreft de voorstellen die wij nog willen doen. We zien de komende jaren als jaren waarin we als gemeente en gemeenschap
een flink aantal transformaties zullen doormaken. Een groot deel hiervan hebben we geagendeerd met elkaar middels de raadsagenda. Een groot deel, hoe we deze met elkaar gaan vormgeven, zal echter de komende jaren gaan blijken. Een aantal voorstellen en richtingaanwijzers van onze kant. 1. We hebben met elkaar geconstateerd dat we nog flinke stappen te zetten hebben als het om participatie met onze inwoners gaat. Onze fractie heeft hier vaker vanaf deze plek aandacht voor gevraagd. Belangrijk daarbij is dat goed gekozen wordt wanneer je gaat participeren, dat verwachtingen goed gemanaged worden en dat de schuifruimte bij voorbaat bekend is. U wijdt hier een paragraaf aan en stelt dat er ook geïnvesteerd moet worden in communicatiekracht. Eens, maar is het college met ons van mening dat deze manier van werken niet alleen een communicatievraagstuk is. 2. Over onze ambities met betrekking tot duurzaamheid zal ik kort zijn. Deze transitie gaat een massieve zijn. Eentje die economische en ruimtelijke kansen, maar ook bedreigingen in zich heeft. Voor de korte termijn willen wij echt dat geregeld wordt dat wij beter kunnen sturen op zonnevelden. Dit is nu echt niet goed geregeld. Mogelijk komen wij in tweede termijn met een voorstel om dit te regelen. Voor de goede orde. Wij zijn geen tegenstander van zonnevelden, maar wij sturen wel graag beter mee over waar en vooral hoe deze velden gerealiseerd worden. Onze inwoners moeten er beter van worden. Dat moet het uitgangspunt zijn. Met elkaar hebben we bepaald dat ons duurzaamheidsbeleid bijgestuurd moet worden om onze ambities waar te maken. Wat ons betreft worden de duurzame dorpen niet alleen bij de uitvoering betrokken, maar ook bij deze beleidsfase. Kan het college dit toezeggen? 3. Over de transformaties in het sociaal domein voor nu even voldoende. Wij wachten vol verwachting op het nieuwe beleid van het college als het gaat om zorg, welzijn en inkomen. Wel verwachten wij dat de algemene notie dat de kosten voor de baten uitgaan hier breed gehanteerd zal worden. 4. Als het gaat om verkeer en vervoer moeten we de komende tijd goed bij de les blijven en overleg met de provincie blijven zoeken. Openbaar vervoer blijft onze aandacht vragen. Afgelopen week werden wij tijdens het provinciale congres hierover weer bevestigd in ons denken. Investeren in goede bussen, kijk bijvoorbeeld naar Nieuw-Leuzen, zorgt voor een stijgende vraag. Kijk hiervoor ook eens ter inspiratie naar de aanpak van de Groningse overheden. Organiseer uniform en betrouwbaar aanbod en durf de provincie Overijssel daar scherp op te houden. Onze steun heeft u, ook in de Staten. Over een aantal onderwerpen, tot slot, hebben wij het de afgelopen weken meermaals met elkaar gehad. Denk hierbij aan wonen, hier gaat het toch echt nog niet goed. Armoede en verkeersveiligheid, bijvoorbeeld de rondweg, wil ik even specifiek noemen. Wij wachten in spanning op de inzet van het college op dit vlak. Tot slot hebben wij nog een tweetal kleinere voorstellen die volgens ons makkelijk te realiseren zijn en bijdragen aan de genoemde transformaties. De eerste is, enkele scholen in de gemeente Dalfsen hebben enthousiast meegedaan aan een wedstrijd om een schoolplein te vergroenen. Het onderwerp is al eerder aangehaald. De Pollaar werd zelfs tweede en hield hier een leuk geldbedrag aan over. Groene schoolpleinen dragen bij aan een fijnere leefomgeving voor kinderen, hebben bewezen effect op gezondheid en welzijn en dragen daarnaast ook nog eens bij aan doelen op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit. Is de gemeente bereid om met alle scholen in gesprek te gaan over wat er nodig is om met alle schoolpleinen in de gemeente aan de slag te gaan? En mogelijk komen wij hier zelf met een voorstel. Dan als laatste, we maken goede sprongen als het gaat om verkeersveiligheid en fietsveiligheid in het bijzonder. Maar een veelgehoorde klacht, en ik hoor hem echt heel vaak, is dat er in Dalfsen nog een tekort aan OV-fietsen zijn op het station. Vaak komen mensen van ver hier naartoe en staan vervolgens gefrustreerd rond zich om zich heen te kijken, hoe kom ik nu een dorp verderop? Of hoe kom ik verderop in het dorp? Is het college bereid in gesprek te treden met de NS? Ik heb het even uitgezocht, die gaan daarover, met als doel meer OV-fietsen op station Dalfsen. Ik wil u allen danken en ik wens het college en ons allen als raad veel succes met de uitvoering. Dank u wel. Dank u wel, meneer Boer. Ik kijk rond of er mensen zijn die de behoefte hebben om uw vraag te stellen. Dat zie ik niet. Nou, dank u wel voor uw bijdrage. En dan ga ik door naar de heer Veldhuis. Klopt dat? VVD, meneer Veldhuis. Voorzitter, als eerste, bij voorbaat excuses als ik zaken vierkant verwoord bedoel ik. Maar ja, we hebben slechts 8 minuten en deze druk voel ik. Dus daar gaan we ons aan houden. Voorzitter, voor ons ligt de perspectiefnota 2019-2022. Een voorzet hoe we straks in november de begroting voor deze periode gaan invullen. We stappen hiermee op de trein voor de komende raadsperiode. We danken u voor de perspectiefnota. We zien dat de ambtelijke organisatie hier weer veel tijd heeft ingestoken. Maar ik zou jokken als ik zeg dat het een goed leesbaar stuk is. Dat is het niet. Het is moeilijk te volgen wat hier nu allemaal gebeurt.
We hebben begrepen dat het ook voor de ambtelijke organisatie steeds lastiger is om van alle landelijke richtlijnen en regels een begrijpelijk verhaal te kunnen maken. Voorliggende perspectiefnota is wat ons betreft niet helemaal volledig. De consequenties van de mei-circulaire zijn er nog niet in verwerkt. Er is nog geen collegeprogramma en de analyse van de tekorten in het sociaal domein die zijn nog niet bekend. Daarnaast is de taakstelling van het sociaal domein nog niet ingevuld. Dit maakt het lastig voor ons om een goed oordeel te geven van de perspectiefnota. Eigenlijk komt deze perspectiefnota dus te vroeg. Toch zou de raad niet zijn als we hier een mening over hebben. Voor de VVD staat voorop dat de punten uit het raadsdocument prioriteit krijgen de komende 4 jaar. Begrijpelijk dat deze zorgen voor een stevige ambitie voor het college, maar het voert ons echt te ver om te stellen dat we als raad hier een prioritering in moeten aanbrengen. Wat ons betreft zien we in het collegeprogramma op welke wijze het nieuwe college invulling wil geven aan het raadsdocument en natuurlijk ook aan het coalitieakkoord. En natuurlijk denken we mee. Tijdens de begrotingsbehandeling in november gaan we hier gezamenlijk over spreken. Onderaan de streep moet de perspectiefnota een reëel resultaat laten zien. De vraag die we hebben is, wat staat er nu onderaan de streep? Dus waar moeten we vanuit gaan? Is dit inclusief de knelpunten, wensen en stelposten? Al deze varianten laten verschillende resultaten zien, zowel positief als negatief. En daarnaast zien we dat het structurele en incidentele saldo de komende 4 jaren negatief zijn. We hebben een aantal programma's waar we nog wat opmerkingen bij hebben en die zullen we nu toelichten. Programma 1. Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen. Het valt ons op dat u financiële gevolgen verwacht op het gebied van de personeelskosten. Zoals hogere salarislasten, DALS als aantrekkelijke werkgever enzovoorts. Het is nu niet duidelijk wat de consequenties hiervoor zijn. Maar als we moeten kijken naar het beperken van de kosten, staat voor ons niet bij voorbaat vast dat een toename van deze kosten onvermijdelijk zijn. Programma 4. Economische zaken. Aansluiting houden bij regio Zwolle vinden we van groot belang. Voor ons geldt dat we hier binnen samen moeten optrekken als Vechtdalgemeentes. We zijn de verbinding tussen Duitsland en Zwolle en de rest van Nederland. En daarom is het van belang om te investeren in goede en veilige wegen zoals de N340, de N377 en de N348. En we hebben met de Grift een goed alternatief voor de hersenpoort en deze moet dan ook goed bereikbaar zijn. Programma 5. Onderwijs en vrije tijd. We maken ons zorgen over het openbaar onderwijs in de gemeente Dalfsen en met name in de kern Dalfsen. We vangen signalen op dat de verhouding in- en uitstroom scheef groeit. We zijn benieuwd of deze signalen ook bekend zijn bij de wethouder en op welke wijze de wethouder hier een vinger aan de pols wil gaan houden. Programma 6. Inkomensondersteuning. Schuldhulpverlening is een belangrijke pijler in de armoedebestrijding. Een van onze raadsbrede onderwerpen uit het raadsdocument. GKB Drenthe heeft aangegeven niet verder te gaan met de gemeente Dalfsen. De vraag is of we dit als Dalfsen zelf gaan doen of een nieuwe partner gaan zoeken. Graag ontvangen we, als het college hierin een keuze heeft gemaakt, een onderbouwing voor de keuze waarbij gekeken wordt naar welke optie voor de gemeente het voordeligst is en bij welke keuze de cliënten het beste geholpen zijn en welke risico's we als gemeente lopen bij deze keuze. Programma 7, het sociaal domein. Binnen het sociaal domein moet het gaan om het geven van hulp en preventie. En we zien dat we te maken hebben met een tekort binnen het sociaal domein. Vooral op het gebied van de jeugdzorg, maar ook op het gebied van de WMO dreigen tekorten door de invoering van het abonnementsgeld. De wethouder is bezig met een analyse van de tekorten in de jeugdzorg. En dat maakt het nu voor nu even lastig om daar iets van te vinden. De VVD is wel bezorgd over de tekorten die ontstaan in het sociaal domein. We moeten voorkomen dat we straks leeglopen op het sociaal domein, omdat we onvoldoende maatregelen hebben genomen. Gechargeerd gezegd, we moeten straks niet verworden tot een soort sociale dienst waar je ook paspoorten en rijbewijzen kan krijgen. Voor ons geldt dat we de kosten van het sociaal domein binnen de budgetten van het sociaal domein oplossen. In de perspectiefnota zien we dat een taakstelling is opgenomen zonder dat deze is onderbouwd. Heeft de wethouder een idee op welke wijze deze taakstelling wordt ingevuld? En daarnaast hebben we de vraag waar de dekking zit van het verhogen van het budget van de jeugdzorg. Komt deze dekking uit de algemene middelen of uit het budgetten van het sociaal domein? We vragen het college om te komen tot een pakket van maatregelen die de uitgaven in het sociaal domein beter in de pas laten lopen met het beschikbare budget. Programma 8, duurzaamheid en milieu. Duurzaamheid zal de komende 4 jaar en verder de agenda van deze raad gaan domineren. We hebben met elkaar afgesproken om een sterke ambitie neer te zetten en onze klimaatdoelstellingen te gaan behalen. Het gaat
alleen nog niet snel genoeg. Willen we onze doelen halen, dan zullen we als gemeente aanjager moeten zijn. Een aanjager die zorgt dat we meer initiatieven krijgen. Hierbij moeten we ook buiten onze eigen comfortzone gaan kijken. Landelijk zie je dat gemeentes meer in de aanjagende rol komen. Die doen ze bijvoorbeeld door een gemeentelijk energiebedrijf op te richten, gericht op het aanbieden van alternatieve energievormen, zoals wind- en zonneparken, energieopwekking met behulp van waterkracht en andere innovatieve energieopwekking. Wij zouden graag willen dat de gemeente gaat onderzoeken of een gemeentelijk energiebedrijf of een andere vorm mogelijk is. Voor 2024 moet de asbestsanering zijn afgerond. In deze perspectiefnota wordt hier met geen woord over gerept. Waar valt dit onder? Samenvattend, voorzitter, vindt de VVD het van belang dat het huishoudboekje van de gemeente op orde blijft. We moeten een financieel gezonde gemeente blijven. Of we dat blijven, is ons op dit moment nog niet duidelijk. Graag zien we in november het complete overzicht met de meicirculaire, het collegeprogramma, een voorstel op de analyse van het tekort op het sociaal domein en een concrete invulling van de taakstelling. Dan kunnen we inzicht krijgen op het financieel meerjarenperspectief van deze gemeente. Ik dank u. Dank u voor uw inbreng, meneer Veldhuis, VVD. Ik kijk even rond of er mensen zijn die u nog een vraag willen stellen. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Bij het programma 4 Economische Zaken heb je het over. Daarom is het van belang om te investeren in goede en veilige wegen zoals de N340, de N377 en de N348. Maar dat zijn provinciale wegen. Wat voor rol zie je daarin voor de gemeente? De wegen daarnaartoe. Het onderliggend wegennet? Ja. Ja. Okay. Ja. En dan had ik nog een vraag. Bij programma 7, Sociaal Domein, heb je het heel strak over binnen de budgetten blijven. Zeg je daarmee dat als het meer kost, dat dat niet mag, dat het dan ophoudt? Nou ja, dat zullen we dus moeten zien. Ik vind het lastig om daar nu al een antwoord op te geven, omdat we gewoon niet weten wat erachter zit. Hè. Wat maakt het nu dat deze kosten zo hoog zijn? Maar in beginsel zeg ik wel van we moeten het binnen het sociaal domein zien op te lossen. Oké, duidelijk. Meneer Kleinkoerkamp. Ja, ik wil nog even doorgaan op die budgetten in het sociaal domein. U schrijft erover dat de kosten binnen het sociaal domein moeten blijven. Maar u bent toch ook op de hoogte dat volgend jaar het raamwerk rond het sociaal domein verdwijnt. En dat het dan minder te plaatsen is. Ja, daar ben ik van op de hoogte. Maar toch zou ik wel in eerste instantie willen uitgaan wat binnen het sociaal domein zien op te lossen. Hij is ervan op de hoogte, maar houdt er verder geen rekening mee in zijn denken, in zijn manier van denken. Ik kijk even rond. Meneer Broeren en meneer Nijkamp nog. Meneer Nijkamp was de eerste. Meneer Broeren, zeg het maar. Meneer Broeren, ja. Ja, dank u wel, voorzitter. U heeft in uw bijdrage over het feit dat wij weggaan sowieso bij de Sociale Verzekeringsbank, de Drentse Sociale Verzekeringsbank. Als het gaat om sociale kredieten en u vraagt aan het college om een oplossingsrichting. Ik ben wel benieuwd naar de oplossingsrichting van de VVD. Wat heeft uw eigen voorkeur? Moeten wij hier als gemeente zelf iets mee doen? En is dit nou juist een kans om integraal, zoals ik in mijn bijdrage aangaf, dit op andere beleidsdomeinen te betrekken? Of is dit iets wat we ergens anders neer moeten zetten? Welke ideeën heeft de VVD erbij? Voor ons hangt daar zeker wel een prijskaartje aan de ene kant, van wat gaat dat kosten. Hè? Want je kunt zeggen, we gaan het zelf doen, maar als dat heel veel extra kosten met zich meebrengt, dan moet je wel gaan nadenken van, is dat logisch om te gaan doen. Maar dat is een keuze, dat is een afweging die we moeten maken dan. Maar mijn eigen voorkeur, tenminste als ik aan de voorkant kijk, zou ik zeggen van laten we kijken van wat de beste oplossing is. Maar ook naar de cliëntkant kijken natuurlijk. Het gaat ons niet alleen om het kostenplaatje, ook wel om de cliëntkant natuurlijk. Dank u wel. Meneer Nijkamp? Nee? Voldoende? Meneer Schrijver, D66. Ja, de inhoudelijke vraag was al door het CDA gesteld. Ik had nog een vraag, want de heer Veldhuis houdt wel van een grapje. Daar ken ik hem van. Hij zegt, eigenlijk komt deze perspectiefnota dus te vroeg. En toch zou de raad niet zijn als we hier een mening over hebben, zegt hij. We hebben er een mening over en we zijn de raad. Maar u bedoelt waarschijnlijk geen mening. Ja, oké, dat bedoel ik inderdaad. Ja. Anders was ik net ook niet aan het woord geweest. Nee, in gebrek aan meningen kun je deze raad niet toeschrijven.
Meneer Veldhuis, dank u wel voor uw inbreng. Waarbij het ook altijd ingewikkeld is, ben je nu te laat of is de ander te vroeg? Je weet het nooit, hè? Juist net was ik in ieder geval te laat. Dat is een ding wat zeker is. Ik ga tot slot naar de heer Schrijver toe, D66. De perspectiefnota, een van de politieke hoogtepunten van het jaar. Wij danken de organisatie weer voor dit duidelijke en prettig leesbare stuk. Deze perspectiefnota is vooral financieel van aard en zou wat betreft D66 wel meer over beleidskaders en ambities van ons als gemeenteraad mogen gaan. De nadruk ligt op geld, het middel, en niet op de maatschappelijke beleidseffecten, de doelen. Merkbaar is dat de focus bij velen van ons ook ligt op de cijfers, zoals de uitwerking van de meicirculaire. De bijdragen vanuit het gemeentefonds zijn natuurlijk erg belangrijk voor de begroting. Maar net als op het weer hebben we hier als raad echter geen invloed op. D66 focust zich graag op het deel van de begroting waarop wij als gemeenteraad wel invloed hebben. Het deel waar we zelf achter het stuur zitten. De niet-lokale partijen kunnen hun netwerk wel gebruiken om eventueel de Haagse bijdragen te versterken. Zo vindt D66 het wel tijd worden als regio eens aandacht te vragen voor de oplopende tekorten op het gebied van met name de jeugdzorg. Veel gemeenten hebben dit al gedaan middels een brandbrief. Wellicht voor ons als raad en college ook eens tijd om de trom richting Den Haag te roeren. Hoe sterker het signaal van hieruit, hoe meer kans op resultaat. Wij focussen vooral op de onderwerpen waar we wel zelf directe invloed hebben, zoals gezegd. Net als vorig jaar is er ook dit jaar meer dan 1 miljoen tekort op de nog op te stellen begroting voor het volgende jaar, voor 2019 en verder. Wij moeten onszelf tegelijkertijd niet te veel in de put praten. Onze financiële kengetallen geven nog aan dat we bij de top van Nederland horen als het om gemeentes gaat. Solvabiliteit, schuldquote en belastingcapaciteit zijn allemaal zaken om blij mee te zijn. Dit tot heden gevoerde beleid is degelijk geweest en verdient zeker een mooi compliment. Daardoor hebben we nog goede reserves. Maar achteroverleunen kan echter niet. Donkere wolken verschijnen aan de horizon. De perspectiefnota, /buienradar, voorspelt zwaar weer. Met de analyse in augustus 2018 over de oplopende tekorten in het sociaal domein, krijgen we er een beter beeld van. Van groot belang bij de besluitvorming over de begroting in november. Wat betreft D66 is dit dan ook geen tijd voor labmiddelen en noodgrepen. Maar voor een structureel sluitende begroting in combinatie met de gewenste beleidseffecten moeten we politieke keuzes maken en fundamentele discussies voeren. Hier is de gemeenteraad dus aan zet. En alvast een blik in de glazen bol. Wat ons betreft zou de discussie kunnen gaan over het gewenste ambitieniveau en welke lasten voor onze inwoners daarbij passen. Want veel andere knoppen aan onze inkomstenkant zijn er niet voor de raad om aan te draaien, toch? Zijn er nog ombuigingen of besparingen te realiseren door zaken slimmer te doen aan de uitgavenkant? Biedt het right to challenge principe wellicht een beetje verlichting? De kern van deze aanpak is dat een groep georganiseerde bewoners of ondernemers taken van gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en of goedkoper kan. Het lijkt D66 een win-win-win situatie. Meer zelfbeschikking voor inwoners en mogelijk minder kosten voor de gemeente. Zijn wij in Dalfsen bereid tot een pilotperiode? Welke creatieve oplossingen ziet de coalitie om het tekort van meer dan 1 miljoen om te buigen? De coalitie is hier aan zet en wij zijn erg benieuwd naar de voorstellen bij de begroting. Goede kompasrichtingen bij dit meerjarenperspectief zijn volgens ons een groene groei, rust en ruimte, een gezonde economie. Want een gezonde economie is ook gebaat bij recreatie. Recreatie is belangrijk voor een gezonde economie in de gemeente Dalfsen. De toeristische sector die biedt, maar heeft ook mooie kansen voor een verdere ontwikkeling in Dalfsen. Denk aan kleinschalige vormen van ecotourisme in combinatie met bijvoorbeeld de agrarische sector, natuurorganisaties en landeigenaren. Ook kunnen ondernemers in gesprek met de gemeente naar onze inschatting heel goed aangeven hoe de middelen uit de toeristenbelasting meer aangewend kunnen worden voor de toeristische sector zelf. Zou dit kunnen in de vorm van een recreatiefonds? Wellicht komen we daar nog met een motie over. Wij hopen dat het college samen met ondernemers deze middelen optimaal gaat inzetten om gezamenlijk tot een toekomstagenda te komen. Ter versterking van de gehele lokale economie. Uit onderzoek blijkt dat er nog kansen liggen voor de versterking van de verblijfseconomie, met name in het Vechtdal en ook in Dalfsen. Zie het rapport van de verblijfsrecreatie in het Vechtdal van het bureau Ruimte en Vrije Tijd van september 2017. Denkrichtingen daarin zijn benutting van het concept Cita Slow. Graag vernemen daarover de opinie van de wethouder. Rust en ruimte zijn belangrijke omgevingsfactoren om op in te zetten.
We zien daarvoor nu nog te weinig aandacht in de perspectiefnota. In een voorbeeldsituatie zou in de eerste 4 jaar elk jaar een 150.000 in zo'n fonds kunnen worden gestopt. Dat bouw je op tot 6 ton en na een jaar of 3, 4 evalueer je de bestedingen in overleg met de sector. Bij een gezonde economie hoort voor D66 ook een veilige en eerlijke economie. De drugscriminaliteit lijkt in het oosten van Nederland toe te nemen. En dit jaar zijn er al 9 drugslabs ontdekt in het oosten. Het zou naïef zijn om te denken dat deze ontwikkeling aan Dalfsen voorbij gaat. Wanneer je als boer of ondernemer financiële zorgen hebt, kan de verleiding te groot worden om met criminelen in zee te gaan. Ondermijning kan daarmee een toenemend probleem zijn. Een onderwerp wat in deze raad nog niet vaak de revue heeft gepasseerd. Zijn wij ons hier voldoende van bewust? Wellicht een idee om hier als raad op een later moment over te worden voorgelicht. Wij denken aan een avond op initiatief van burgemeester en raad, samen met politie, RIEC en andere relevante organisaties. Is dit ook een gedeelde wens, is de vraag. Qua investeringen en onderhoud in wegen past wellicht even wat terughoudendheid. Volgens de plaatjes van IBOR 2017 zit daar nog ruimte om iets te minderen. Minder onderhoud of selectiever qua maaien en bermen kan zelfs extra biodiversiteit opleveren. Qua opbrengst grondbedrijf en de stabilisatie daarvan blijft D66 van mening dat de benutting van gronden rond de kleinere kernen goed is, zowel voor de kleinere kernen als voor de aantrekkelijkheid van de kern Dalfsen. Groei mag niet het leidende principe en doel op zichzelf zijn. De melkkoe, de meevallende opbrengsten van het grondbedrijf, moet niet de creativiteit qua het bedenken van alternatief beleid beperken. Verschil in marktwaarde van grond kan best in verschil in prijs van kavels blijken. Neem ook alternatieve en innovatieve woonvormen mee in de afweging hoe we de toekomst van Dalfsen vorm willen geven. Pilots van innovatieve woonconcepten in de regio benutten lijkt D66 uitstekend om in combinatie met de wens om duurzaam te bouwen in te zetten. Graag roepen wij het college op daartoe het voortouw te nemen. Luchtkwaliteit is een zeer belangrijke factor voor gezond leven, wonen en werken. Reukloze schadelijke stoffen als ultrafijnstof, fijnstof etc. vormen een onzichtbaar gezondheidsrisico. De centrale overheid heeft op dat gebied een belangrijke vinger in de pap. Maar ook de lokale overheid heeft invloed. Denk aan mogelijke overlast door houtrook of vuurwerk. Om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van overlast, zou de gemeente dit ook inzichtelijk kunnen maken. En of er sprake is van geluidsoverlast voor inwoners door het wegverkeer, zou ook nader onderzocht kunnen worden. Rond de provinciale wegen in afstemming met de provincie. De verbetering van de luchtkwaliteit en de beperking van herrie door inzet van de nieuwste technieken. Bij de vergadering van plaatselijk belang Hessem rechter Venneberg werd al geopperd dat de provincie nog wel onbenut geld heeft. En wie weet kan dit nuttig ingezet worden voor de bevolking van Dalfsen en een gezonde toekomst. Met deze wens sluit ik mijn bijdrage af. Dank u wel, meneer Schrijver. Ik kijk even rond of er nog mensen zijn die u willen bevragen of iets anders. Mevrouw Haan. Dank u wel. Er wordt gesproken ter versterking van de gehele lokale economie. Maar dan wordt er volgens mij daarna alleen maar op ruimte en vrije tijd ingestoken. Klopt dat? Ja, maar de recreatiesector heeft heel veel verbindingen naar andere sectoren. Zo bedoel ik. De verbanden vanuit de recreatiesector, die vind je terug in bestedingen in winkels, bij horeca, et cetera. Dus zo bedoel ik het. Handig nog? Meneer Ruitenberg. Ja, ik wil graag even verder over het toerisme. Je denkt aan ecotourisme. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Zeker. Ecotourisme is te beschouwen als een toerisme wat je niet in het massatoerisme terugziet. Als je de Vechtdalgemeentes vergelijkt, zou je kunnen zeggen dat er in Ommen sprake is van massatoerisme. En Dalfsen heeft al veel meer een vorm van ecotourisme. Dat is een type mensen wat niet zozeer de pretparken opzoekt, maar de natuur, de rust, de ruimte, de stilte. En die verplaatst zich vaak via fietsen of wandelen. Of varen met fluisterboot. Duidelijk, het klinkt allemaal ongelooflijk aantrekkelijk eigenlijk. Ja. Meneer Rijk. Nou, heerlijk te wandelen op zondag, hè. Lekker rustig, dus, bevalt ons wel. Nee, we hebben even een andere vraag over de right to challenge. Op de een of andere manier hebt u wel ideeën dat daar nog wel wat winst in zit.
Maar in de perspectiefnota zien we juist dat de hockeyvelden weer worden teruggegeven. Want ja, dat kunnen we dus gewoon zelf als vereniging niet onderhouden. Oftewel, gemeente, los het maar op. Hoe realistisch acht u Right to Challenge dat überhaupt iets gaat opleveren? Ja, dat de hockeyvelden weer teruggenomen zijn door de gemeente wordt inderdaad in de antwoorden op de technische vragen uitgelegd. Volgens mij is dat het creëren van een gelijk speelveld. De Right to Challenge, dat is juist de samenleving uitdagen om mee te doen met taken die de gemeente wellicht anders niet kan oppakken. Zo moet je hem zien. Ja? Concreet voorbeeld misschien? Concreet voorbeeld, even? Meneer Schrijver. Ja, ik heb ze in Dalfsen nog niet gezien. Maar een concreet voorbeeld is rond nationale parken. Daar worden mensen die bijvoorbeeld in het ecotourisme actief zijn, uitgenodigd en uitgedaagd om met elkaar als gastheren de zaak op te pakken alsof ze ook een soort van semi-overheid zijn. Dat wil zeggen dat ze met elkaar afspraken maken over arrangementen, over voorzieningen, over de contacten met de overheden die gebieden beheren, et cetera. Daar doen we maar even mee. Misschien is het nog steeds niet zo heel duidelijk, maar daar komen we dan nog wel een keer op terug. Komen we nog wel eens op terug. Ja. Meneer Schrijver, dank u wel. Ik stel voor dat we gaan pauzeren. Ik zou het echt heel fijn vinden om 9:00 weer binnen te zitten in de zaal. Zullen we dat proberen te doen? Dan hebben we zo'n 12, 13 minuten, een kwartiertje. Dus ik schors de vergadering tot 9:00. Dames en heren, mag ik de vergadering heropenen? En mag ik als eerste wethouder Van Leeuwen het woord geven? Wethouder Van Leeuwen. Helemaal niet. Nee? Ik zou niet weten worden. U mag achter het katheder, begrijp ik. Ja, mag. Dat is een vriendelijke manier van zeggen dat u dat moet. Ja? De meeste mensen begrijpen dat wel. Voorzitter, ik zal proberen de vragen te beantwoorden die gesteld zijn. Te beginnen met gemeentebelangen. Ik heb de volgende reactie op de vragen 2 tot en met 7. Op 14 mei 2018 hebben de fractievoorzitters van gemeentebelangen en CDA het coalitiedocument Dichtbij Dalfsen dichtbij gepresenteerd. Daarin staat de opdracht aan het nieuwe college van BMW om het coalitiedocument te vertalen naar een meer gedetailleerd bestuursprogramma en een kalender 2018-2022. Zodat de onderwerpen in de tijd kunnen worden uitgezet. Het is de planning om dit bestuursprogramma in de BMW-vergadering van 11 september te behandelen. De raad wordt dan, na het BMW-besluit, zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Bij dit traject zullen ook de door u genoemde onderwerpen 1 tot en met 6 betrokken worden. En er zal gekeken moeten worden of deze uiteindelijk een plek krijgen in het bestuursprogramma en de kalender. Overigens krijgt u jaarlijks de ongevallencijfers met een analyse. En als daar aanleiding voor is, wordt er nadelijk onderzoek uitgevoerd. Vraag 8 van gemeentebelangen. Het is de planning om in 2018 een plan van aanpak te maken en te starten met de planvorming voor de oostelijke entree bij de Molendijk. In februari 2019 wordt deze openierend aangeboden aan de Raad met een stedenbouwkundige visie. Vraag 9 voor gemeentebelangen. De kans voor verbeteren van de klimaatbestendigheid Hemelwater, Prinsenstraat en Wilhelminestraat krijgt in de centrumvisie absoluut aandacht. Uw vraag over de riolering in de Wilhelminestraat kunnen we niet helemaal plaatsen. Deze is relatief jong en in vrij goede staat. Het huidige verwachte vervangingsmoment is pas over 20 jaar. En er is geen relatie tussen verzakking van de weg of de stoep en de riolering waargenomen. Wat er wel is gebeurd, is dat de verharing vaak los is geweest, misschien wel te vaak, voor de aanleg van kabels en leidingen. Vraag 12. De gemeente is voorstander om een oplossing te vinden voor alle betrokken partijen langs de Hessenweg.
en met een gesloten beurs. Wij zijn nauw betrokken met de gesprekken met deze ondernemers en wij ondersteunen ze waar het kan. En bij voortduring wordt de provincie aan het jasje getrokken. Uw zorg voor het verkeer, met name het fietsverkeer op de parallelwegen, delen wij. En voortdurend wordt er bij de provincie aandacht gevraagd voor de veiligheid van deze weggebruikers. Kom ik bij het CDA, voorzitter. De vierde vraag van het CDA over waterkeringen. Een groot deel van de waterkeringen voldoet niet aan de eisen van waterveiligheid. Dat betekent dat de komende jaren er een programma op Dalfsen afkomt dat uitgaat van versterking, verhoging van de dijken. Maar de formele verkenningsfase van het waterschap start pas begin 2019. Wij weten dus op dit moment dat ze afgekeurd zijn, maar meer ook niet. Dit geldt ook absoluut voor de kosten. Wij moeten afwachten met welke plannen het waterschap gaat komen. Wij worden daar wel bij betrokken, maar dat gaat op z'n vroegst komend najaar gebeuren. U vraagt aandacht voor agrariërs in het gebied. En via Ruimte voor de Vecht is er constante afstemming met de agrarische en de recreatieve sector. En dat wordt gecontinueerd, weliswaar met een iets andere financiering, maar het wordt wel doorgezet. De zesde vraag van het CDA gaat over klimaatadaptatie. En u bent benieuwd welke stappen er nog gezet moeten worden. Dat ben ik met u. Want voor klimaatadaptatie als geheel moet het beleid nog worden opgezet in de komende jaren. Voor uw idee om het aantal vierkante meters te beperken, zullen we onderzoek doen naar de juridische mogelijkheden. En wellicht is dit te koppelen aan de bestemming tuin in de bestemmingsplannen, maar dat moet echt eerst onderzocht worden. De zevende vraag van het CDA betreft de BTW en sport. Het Rijk komt met een regeling en daar hebben wij helaas geen invloed op. Wel informeren wij de betrokken verenigingen en stichtingen over deze regeling zodra we er meer over weten. Want ook dat is nog niet bekend. Het CDA stelt dat het welbevinden van burgers mede afhankelijk is van een mooi, groene, gezonde leefomgeving. Daar staat onze eenheid openbare ruimte voor. En goed materieel is daarbij een voorwaarde. Bij aanschaf wordt altijd gekeken naar doelmatigheid en duurzaamheid. En niet naar luxe. Waar uw beeld van luxe door ontstaat, begrijpen we niet zo goed. Vorig jaar bijvoorbeeld is nog een in zeer goede staat verkerend, zoals dat heet, 8 jaar oud elektrisch voertuig overgenomen van de gemeente Zwolle. En in het investeringsplan kunt u zien dat altijd wordt gekeken of een voertuig of apparaat wel echt aan vervanging toe is. Als dat niet het geval is, wordt dat 1 of 2 jaar uitgesteld. Overigens klopt uw waarneming wel dat alles er tiptop uitziet. De medewerkers voelen zich verantwoordelijk en zorgen goed voor hun eigen materieel, zodat het langer meegaat en het er netjes uit blijft zien. En voor zover mij bekend rijdt er geen Mercedes plus bij de gemeente Dalfsen. De ChristenUnie, vragen 1, 2 en 4. Het college heeft op dit moment nog uitsluitend in inventariserende zin de cijfers voor 2019 en verder verzameld. Met als laatste de mei-circulaire. De komende tijd, na de begrotingsbehandeling toe, begin november, gaan we gebruiken om voorstellen richting de Raad te formuleren. En daarbij wil ik u vanaf deze plek dank zeggen voor de uitgebreide suggesties welke de ChristenUnie ons meegeeft in deze beschouwingen. Zowel op het gebied van besparingen als het verhogen van opbrengsten. Wij ervaren dit als zeer constructief, dank daarvoor. Ook uw suggestie om de onroerend zaakbelasting niet buiten de beschouwing te laten, nemen we als een serieuze optie mee. Kom ik bij de Partij van de Arbeid. U was van mening dat er nog geen bestuursakkoord was, maar ik denk dat u bedoelt een bestuursprogramma, want anders
zaten de wethouders er nog niet. Het college deelt uw opvatting dat het zijn van de goedkoopste gemeente geen doel op zich mag zijn. En wel dat je het beste biedt aan je bewoners, aan je inwoners, tegen zo laag mogelijke lasten. Vraag 6 van de Partij van de Arbeid over snelfietsroutes. Komend najaar wordt de snelfietsroute in de Raad besproken en daar wordt ingegaan op een verder vervolg. Overigens werken we daar heel nauw samen met provincie en de gemeente Zwolle. U heeft het over OV-fietsen op het station. Bij ons is nog nooit een klacht binnengekomen over een tekort aan OV-fietsen bij station Dalfsen. Maar indien die klachten er veelvuldig zijn, dan worden wij hier graag door de klagers bij betrokken. Daar houd ik mij voor aanbevolen. VVD, ik verontschuldig mij voor een vierkant antwoord op uw eerste vraag. Want tijdens de technische sessie van 14 juni jongstleden is uitgebreid ingegaan op de verschillende saldi, zowel structureel als incidenteel. Daar is tevens aangeboden dat u altijd aanvullende vragen kunt stellen aan de afdeling Financiën. En dit kon ook tijdens de schriftelijke ronde technische vragen. En zelfs nu mag u dat nog doen tot en met donderdag. D66. U heeft het ook over oplossingen om te komen tot het omslag in de tekorten. Net zoals de ChristenUnie moet ik u beantwoorden dat wij tot en met oktober op zoek gaan naar deze oplossingen. Uw suggestie om taken over te laten nemen leidt naar de ervaring die we tot op heden hebben niet per definitie tot winst, wel nogal eens tot ergernis. Toch blijven we ervoor openstaan en met name op het gebied van duurzaamheid, waar de initiatiefnemers van duurzame dorpen onder andere zeer actief zijn. Uw derde vraag, meneer Schrijver. Moet ik u zeggen dat u helaas hier rollen volkomen door elkaar haalt. 1 miljoen ombuigen is niet aan de coalitie. Dat is de taak van de Raad vanwege het budgetrecht. En het college zal u daarbij adviseren. Dus niet uw conclusie dat de coalitie aan zet is, is juist, maar u bent zelf als lid van deze raad aan zet. Dat was het, voorzitter. Dank u wel, wethouder Van Leeuwen. We inventariseren straks even welke vragen allemaal niet zijn meegenomen, maar dat kunnen we pas doen als iedereen aan het woord is geweest. Ik zelf mag van hier af het woord voeren. Ja, en dan heb ik... U kunt rustig gaan zitten, wethouder Van Leeuwen. Ik zelf mag vanaf hier het woord voeren. Ik vind dat zelf jammer, maar de griffier heeft zo besloten. En dat komt omdat ik op deze manier zowel mijn bijdrage kan leveren als de orde kan bewaken. Ja? Allereerst dank voor uw inbreng. Het is toch altijd weer een hele oefening, denk ik, om dat allemaal gerealiseerd te krijgen. En ook dank voor het feit dat u dat allemaal op tijd hebt gedaan, zodat wij ons hebben kunnen voorbereiden. Vraag 1 van gemeentebelangen gaat over het Shared Service Center. En het volgende antwoord kan ik daarop geven. We gaan een apart onderzoek doen naar de aansluiting van het Shared Service Center. Dat hebben we overigens al gedaan in 2016. En de voordelen van de aansluiting, zoals die toen zijn geformuleerd, zijn voor ons nog steeds helder en van toepassing. Het vraagstuk zat toen aan de kostenkant, niet aan de voordelenkant. Geforceerd gaan we diensten van het Shared Service Center afnemen, inkoop in 2018, personeelsadministratie in 2019 en automatisering volgt op een natuurlijk moment. Het Shared Service Center is daar nu nog niet klaar voor, maar ook voor ons is het jammer om het nu te doen, gezien het moment van afschrijving van eerder gedane investeringen. Je probeert het te faseren zodanig dat het Shared Service Center ons kan ontvangen en dat wij zeg maar maximaal onze eerder gedane investeringen hebben uitgenut, dan wel afgeschreven. Afnemen van diensten is nu nog op basis van de dienstverleningsovereenkomst en wel willen we op termijn toetreden als volwaardige partner van het Shared Service Center. Die intentie hebben we ook uitgesproken, maar daar hebben we geen termijn aan opgehangen. We doen het zodra het zover is.
Tweede helft volgend jaar komt daar meer duidelijkheid over en partners van het Shared Service Center moeten daar ook meer instemmen. En als daar volgens financiële consequenties aan vast komen te zitten, en daar mag je van uitgaan, dan moet u daar sowieso als raad ook mee instemmen en komen we dus bij u terug. Maar dat betekent, dat doen we ook op het moment dat we echt formele samenwerkingsrelaties, zoals een gemeenschappelijke regeling, aangaan. U bent dan gewoon weer aan beeld. Vraag 13 van gemeente Belangen en 11 van het CDA, maar ook de ChristenUnie, als het gaat om het rijtje van het beperken van kosten, regio Zwolle. Gemeente Belangen heeft gevraagd, moet het niet naar een onvermijdelijkheid? En formeel moet het antwoord zijn dat we in principe een vrije keuze hebben om mee te doen aan de regio Zwolle. In die zin is het niet onvermijdelijk. Want in de regio Zwolle wordt het principe van de coalition of the willing gehanteerd. Gemeentes doen vrijwillig mee, partijen doen vrijwillig mee. Maar de ontwikkelingen gaan echter zo snel dat samenwerking, en meerdere van u hebben dat aangegeven, dat samenwerking steeds vanzelfsprekender en onze ogen ook noodzakelijker wordt. En we missen de boot als we niet meedoen met de regio Zwolle. Dus voor beide, wenselijk of voorspelbaar, is iets te zeggen. In ieder geval willen wij, laat dat duidelijk zijn, het college wil geen freerider zijn. Een verdere onderbouwing van de plannen, zeg ik richting het CDA en de ChristenUnie, moet nog plaatsvinden. Maar dat gebeurt uiteraard ook, maar wel in regioverband. Maar nogmaals, uitgangspunt is, Dalfsen doet mee. We gaan het ons niet makkelijk maken door te zeggen, het gebeurt toch wel, ook als wij niet mee betalen. Dat is een grondhouding die het college op geen enkele wijze wil aannemen. Het CDA heeft een vraag gesteld over het eenvoudig maken van vergunningen kleine evenementen. En het antwoord is dat met ingang van 27 januari 2017 met een aanwijzingsbesluit het aantal evenementen waarvoor geen vergunning meer aangevraagd hoeft te worden uitgebreid is ten opzichte van de vergunningsvrije evenementen die al in de APV genoemd worden. Dus het zijn er al heel wat. En de organisatoren kunnen hier volstaan met een melding. En verder blijft dit een punt van voortdurende aandacht. Dat mag u van mij aannemen. Eisen die aan evenementen worden gesteld, bijvoorbeeld in het kader van de veiligheid en de openbare orde, moeten namelijk proportioneel blijven. Dat vind ik echt. We moeten evenementen niet om zeep helpen door het stellen van te hoge eisen aan de mensen die ze uitvoeren, die ze organiseren. Dus het is iedere keer weer op zoek naar de goede balans. En daarnaast onderzoeken we op dit moment de mogelijkheden om op het Kroonplein het organiseren van kleinere evenementen te vereenvoudigen. Door het verlenen van een soort standaardvergunning. En ik wijs u er ook graag op dat we met de trefkoelen een convenant hebben afgesloten. En we gaan hetzelfde ook doen met de spil. Waardoor ook binnen het kader het organiseren van evenementen een stuk eenvoudiger wordt voor ze. Dus eigenlijk denk ik dat we op dit punt een voorbeeldgemeente zijn. ChristenUnie heeft het over beperken van de kosten in de tweede bullet, missie en visie. Moet dat niet in samenhang met de omgevingsvergunning? Dank voor het voorstel. Daar wordt wisselend over gedacht. Dus wij moeten daar ook nog een keer goed over nadenken. Wij zijn in eerste instantie geen voorstander. En we zijn geen voorstander omdat we vinden dat een missie en een visie een veel breder vraagstuk is. Dan een omgevingsvergunning. Dan de omgevingswet, neem me niet kwalijk, het vraagstuk van de omgevingswet. En wij denken ook dat er echt verschillende groepen mensen zich met die vraagstukken bezighouden. Dus wij vinden vooralsnog een aparte benadering met een eigen participatietraject dat dat wenselijk is. En als we het laten samenvallen met een traject over de omgevingswet, doet dat geen recht in onze ogen in verschillen in vragen, dat bij beide aan de orde is. En ook de stakeholders zijn bij beide zeer verschillend. Dus we moeten er nog over nadenken, maar in eerste instantie niet enthousiast. Dan heeft de ChristenUnie een vraag gesteld over vuurwerk. Er is volgens ons op dit moment geen aanleiding voor een aanscherping van ons beleid, dan wel voor een intensivering van de handhaving op vuurwerk rond de jaarwisseling. We reageren op dit moment op overlastmeldingen rondom specifieke gebieden die in onze gemeente zijn aangewezen. Denk aan scholen, denk aan verzorgingstehuizen. En zodra daar sprake is van een overlastmelding, reageren we specifiek daarop, niet in algemene zin. En we hebben op dit moment het gevoel dat dat voldoende is. Dan de Partij van de Arbeid. Aantrekkelijke werkgever, mensen met een arbeidsbeperking.
Ja, wij laten ons graag inspireren door goede voorbeelden. Hebben dat ook nodig, want het is geen eenvoudig vraagstuk. Maar deze contacten hebben we wel al. En bovendien hebben we stevige stappen gezet de afgelopen tijd. Onder andere hebben we aansluiting gezocht bij het project van de Staff Foundation. Om de taakstelling ook te gaan halen. En wij gaan er eerlijk gezegd op dit moment van uit dat we dat ook zullen halen. Los van het feit dat we die taakstelling al heel nadrukkelijk zouden halen, alleen maar al met Dalsen werkt. Maar onze ambities zijn hoger. Het is wel echt zo dat dit een van de redenen is geweest toen de tijd om Dalsen werk te organiseren zoals we dat nu doen. En met een beetje ijdelheid vind ik het toch ook leuk om op te merken dat Dalsen werk juist weer een inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten is. Die ons op dit punt regelmatig bezoeken, dan wel bevragen. Dan de Partij van de Arbeid vraag 5 en de VVD vraag 2. Krapte op de arbeidsmarkt en financiële gevolgen. Die twee hangen met elkaar samen voor een deel, maar natuurlijk niet helemaal. Wat we op dit moment doen is dat we zorgen dat we de basis op orde hebben. En denk aan een actuele functieomschrijving in het kader van HR21. Goede stageplekken, waar we heel veel in stoppen. En begeleiding. Voor ons ook een hele belangrijke bron van instroom van talent. En maar ook voldoende opleidingsmogelijkheden. Dat laatste is essentieel. We kunnen mensen bij ons aan ons binden door ze in staat te stellen om zich te ontwikkelen. Daarnaast, zoals aangegeven onderzoeken, wat we nog meer zouden moeten doen om aantrekkelijk te blijven. Denk aan vitaliteitsbevorderende maatregelen, instroom, doorstroom, mobiliteit. En dat laatste doen we natuurlijk weer samen met de talentenregio. Ook dit is weer een voorbeeld wat in het land vaak geïnteresseerd gevolgd wordt. Wij houden, en dat zeg ik met name tegen de collega van de VVD, maar wij houden rekening met een stijging van de salarislasten. Dat is onvermijdelijk. Wij draaien niet aan die knoppen. En een bescheiden salarisstijging zoals we in de afgelopen 6-7 jaar hebben gekend, lijkt ons op dit moment niet realistisch om mee te begroten. Invloed op de cao-lonen hebben we domweg niet. En daarnaast, wanneer we goed en gekwalificeerd personeel willen blijven aantrekken, zullen we ook daarin moeten investeren. We willen binden en boeien. Personeel is ons belangrijkste kapitaal op dat punt. En dan met betrekking tot e-burgerzaken. En we weten dat de introductie van e-burgerzaken gaat leiden tot een opwaartse druk op de lonen, omdat hier gewoon bijna de verplichting geformuleerd is om die in te vullen, die functies, door mensen met minimaal hbo-niveau. Dus daar zit gewoon een opwaartse druk en ook daar zijn kosten aan verbonden. En tot slot, de ChristenUnie vraagt om een extra overleg tussen college en raad om tussentijds voorafgaand aan de behandeling van de begroting over eventuele noodzakelijke ingrepen van gedachten te wisselen. Het college voelt hier eerlijk gezegd niets voor. Wij zien geen toegevoegde waarde, maar wel heel veel verwarring over halfbakken voorstellen op basis van voorlopige doorrekeningen. Laat ons gewoon ons werk doen en dan doet u het uwe. En dan is 8 november de definitieve vaststelling van de begroting is al een hele krappe en strakke tijdsplanning. Als we daar ook nog eens een keer een bestuursakkoord in willen verwerken. Tussentijds overleg gaat werkelijk niets toevoegen. Dat zijn de opvattingen van het college met betrekking tot de onderwerpen zoals die in mijn portefeuille terug te vinden zijn. En dan ga ik naar de heer Uitslag. En ik hoop dat u er op mijn papiertje staat Uitslag, meneer Uitslag. En mijn papiertje is leidend. En het kan best zijn dat ik me weer vergis, maar goed. Dan ligt dit ook aan de griffie. Ik geef u graag het woord. We kunnen best flexibel zijn, voorzitter. Dank u wel. Ik ga me gewoon de partijen langs per vraag, de vragen die hem voor mij zijn gesteld. Tekort in de jeugdzorg. Moeten we naar Den Haag toe om daar op de trom te slaan? Nou, we hebben hier het vaak over gesproken, hè, en de oplopende kosten zijn natuurlijk onderwerp van gesprek in het college. Maar zeker ook bij het aankomende VNG-congres. En morgen en overmorgen vindt dat plaats. Na deze vergadering rijden we ook daar naartoe. En het is de verwachting dat we daar ook uitdrukkelijk over zullen spreken en moties zullen behandelen. Daarna zouden we eventueel nog kunnen bekijken of we met andere fracties of andere gemeentes
een brief moeten sturen, mocht dan niet voldoende invulling zijn gegeven aan uw wens. We zullen u informeren over wat we in het Maastrichtse besluiten als VNG. En dus dan hebben we misschien wel iets meer lawaai dan alleen de gemeente Dalfsen. De kindregeling, goede ontwikkeling, maar nog meer ondernemersinstelling enthousiast maken, heb ik het even kort vertaald. Nou, dank voor het feit van onze kindregeling, want deze is natuurlijk niet zo hard van u als van mij, of van ons. Je moet wel beseffen, hij is nog geen 2 maanden oud. Hè, dus we moeten even de kans geven om te groeien. Maar we zien en we verwachten zeker ook nog meer dat steeds meer instellingen en ondernemers hiervan enthousiast raken en ook mee gaan doen. Maar natuurlijk zoeken we ze op. CDA. Het beleid van recreatie en toerisme. En wat zijn de plannen die de komende periode op de planning staan? Dit jaar, dus na de zomer, gaan we bezig met de evaluatie van het beleid. Die krijgt u natuurlijk te zien. En dit document kan als input dienen voor een nieuwe visie, mocht u dat als raad ook nodig achten. Vanzelfsprekend kan dan ook worden aangegeven waar de aanvullende ambities zitten, wat nog beter moet. Maar dat is het moment om daar met elkaar over van gedachten te wisselen. De harmonisatie toeristenbelasting, ja, we zijn het aan het bekijken. We hebben nog geen concrete voorstellen of zo, maar het is een idee. Uw vraag van wat zien we de recreatiebedrijven daar dan voor terug? De toeristenbelasting is geen doelbelasting. Dus we kunnen niet rechtstreeks binnenkrijgen en doorschakelen naar de ondernemers van de toeristische sector. Maar wat doen we daar dan voor? Nou, we hebben geen fietspaden speciaal voor toeristen en speciaal fietspaden voor onze inwoners. Ja, ook geen pleinen en ook geen kunstproject, Kunst om Dalfsen pas weer gehad. Wat goed is voor de toerist is ook goed voor de inwoner. En daarmee kunnen we moeilijk duiden wat nou speciaal voor toeristen is uitgegeven vanuit toeristenbelasting of speciaal voor inwoners. Want dat loopt natuurlijk nogal een beetje door elkaar heen. Ik durf wel de stelling aan dat we meer uitgeven waar toeristen ook blijven horen dan we binnenkrijgen van de toeristenbelasting. De hybride velden heeft voor mij de collega van Leeuwen net erover gezegd. Ja, het was onderdeel van de punten van gemeentebelangen. 2 tot en met 9. Maar goed, hij komt dus nog terug in de bestuursakkoord, ook bijna zeggen, programma wat we nog gaan schrijven. De lobbyen voor begeleid wonen. Ja, natuurlijk kunnen we daarvoor lobbyen. We kunnen er ook aandacht voor vragen. We zijn er niet verantwoordelijk voor. Maar u wil niet weten met hoeveel mensen ik al hierover gesproken heb. Te beginnen bij de ouders van kwetsbare jongeren. Maar zeker ook met aanbieders, met zorgverzekeraars, het zorgkantoor. Voor mij heb ik er nog zo'n paar vergeten. Maar ik spreek er breed over. Dus ja, het heeft mijn aandacht. En net als mijn collega Schuurman, die natuurlijk ook wonen in zijn portefeuille heeft. Het is een portefeuilleoverschrijdend vraagstuk. De ChristenUnie, beperkingen leerlingenvervoer, hè, is er een taakstelling of niet? Nou, dat is misschien een beetje een woordspel. Misschien moet het ambitie noemen. We kijken naar de mogelijkheden om ander soorten vervoer te realiseren. En als er de kostbesparing met zijn meebrengt, is dat fijn. Is ook goed. En het feit dat we een nieuwe aanbesteding hebben gedaan voor leerlingenvervoer heeft ons ook wel getriggerd om eens anders naar te kijken. Maar het is natuurlijk niet het primaire doel om kosten te besparen, maar het is het primaire doel om beter vervoer te organiseren. Kwalitatief wat beter past. En dat is natuurlijk uitgaande van het kind en niet van de portemonnee. De zorgen van de VVD over het openbaar onderwijs, over de signalen kennen. Ja, we zeker kennen het signaal. En ik kwam nogal stevig binnen toen de carousel de deuren sloot. En ik ben ook met de nieuwe directeur van de Bondsdag ook regelmatig in gesprek hierover. En ik moet wel beseffen dat is iets wat een lange termijn gelopen heeft. Dat is niet van de een op andere dag gekanteld. Maar er zijn goede plannen en er wordt een plafondaanpak geschreven door het bestuur. Dus binnen de geldende wet en regelgeving, de kaders die ik daarvoor heb, denken we daar natuurlijk enorm in mee. Voor wat betreft de
kredietbank. Het is een belangrijk onderdeel van de armoedebestrijding. En daar komen we later nog over te spreken dit jaar. Wanneer we als college hierover een keuze gemaakt hebben, hoe we de uitvoering van de schuldhulpdienstverlening zien, dan krijgt u daar natuurlijk een voorstel over. Of wordt u over geïnformeerd. En ook dan zullen we onderbouwen hoe we tot de keuze komen. Hè? Want dat vind ik wel zoals dat hier horen te doen. Verder geeft u met drie vragen aan, fractie van het VVD, dat eigenlijk de kosten binnen het sociaal domein moeten worden opgelost. Nu gaat het iets raars dat het sociaal domein, zoals u hierover spreken, wat anders is dan het programma sociaal domein. Dus dat is niet één op één. Dus we staan nu onder programma 7, maar sociaal domein, dat is ook onderwijs. Daar staat toevallig een heel andere portefeuille. Dus het is breder. Maar goed, los daarvan, de dekking hebben we niet gevonden. We wilden ook u als raad natuurlijk de kans geven om elkaar eens mee te geven, waar deze perspectiefnota natuurlijk ook voor bedoeld is. De analyse zal moeten uitwijzen hoeveel we moeten reserveren voor de jeugdzorg. En met de begrotingsbehandeling zullen we natuurlijk met voorstellen komen. Overigens is het voorstel van het college om het uitgangspunt, we doen het voor de middelen waar die we ervoor krijgen, los te laten. Ook omdat preventie regelmatig in andere programma's terugkomt dan we in het sociale domein. D66, de vraag over de brandbrief heb ik denk ik al beantwoord. Recreatiefonds, nou, over de voeding heb ik het al genoemd bij de beantwoording van CDA. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar de donderdag, want ik verwacht dat u daar ook met dekkingsvoorstellen gaat komen voor een dergelijk fonds van 6 ton. Waar we denk ik ook duidelijk hebben gemaakt dat we nogal een bezuinigingsopgave hebben. En als ik me goed herinner, heeft u dat ook in uw eigen bijdrage genoemd. Dus wie weet ook een voorstel, maar ik ben benieuwd naar de dekking. En als laatste, de denkrichting met betrekking tot de CITA SLO. Daar hebben we in 2014 alles naar gekeken als college. Dus eigenlijk al ruim voor deze aanbeveling. De conclusie was destijds om hier niet op in te zetten vanwege een te weinig draagvlak. Ook te weinig toegevoegde waarde. De vorm van city marketing die dit zou betreffen is ook echt niet helemaal de gewenste profilering. Die we als gemeente Dalfsen hebben voor de hele gemeente. En even de illustratie, daarna heeft het college onder andere ingezet op de Groenste Dorp. Wat we gewoon hebben, de Groenste Europese Kleine Stad. De Schat van Dalfsen. Dat zijn andere thema's die ons ook degelijk goed voor het voetlicht hebben gebracht. Tot zover, voorzitter. Meneer Uitslag, dank u wel. Voordat ik de heer Schuurman uitnodig, moet ik nog even één punt naar voren brengen wat ik vergeten was. Een vraag die ik vergeten was te beantwoorden. Excuus daarvoor was de vraag van D66 met betrekking tot de ondermijning. Heel kort gezegd, het is een heel aardig idee om daar een keer een bijeenkomst met Raad, Politie, RIEK en andere maatschappelijke organisaties over te organiseren. Dit om een idee te krijgen in algemene zin. En ik wil dat dus ook best aan de agendacommissie voorleggen. En die moeten dan uiteindelijk maar afwegen, want er zijn nog meer van dat soort initiatieven. Het delen, en dat is misschien wel goed om even toe te voegen, het delen van een concrete ondermijningsbeeld lijkt mij absoluut niet wenselijk. Dat moeten we niet doen, want dan komen we echt in de casussen en ik denk dat u daar als raad niet wilt zijn. Maar gewoon een algemene zin, wat is de betekenis daarvan, is wat mij betreft prima. Mag ik het woord geven aan de heer Schuurman? Aan en uit. Dank u wel, voorzitter. Ik heb de vragen beantwoord per fractie, dus ik zal daarmee beginnen. De vraag die voor mij nog openstaat van gemeentebelangen, het betrekken van de bevolking bij de energietransitie. Naast onze eigen inspanningen zijn de duurzame dorpen in onze gemeente een belangrijke partij in de dialoog met de inwoners. Zelf als gemeente gaan we deze zomer een vragenlijst naar alle huishoudens in de gemeente versturen wat voor voorwaarden ze stellen aan het duurzaam opwekken van energie in onze gemeente. Ook wat de inwoners van de gemeente nodig hebben om zelf energie te besparen of op te wekken is een belangrijk thema. De duurzame dorpen in Dalfsen zijn in elke kern bezig met het energievraagstuk. Afgelopen week is er een bijeenkomst geweest en de actieplannen die daarin gepresenteerd zijn sluiten aan bij de wensen die we hebben in het beleid en in ons uitvoeringsprogramma. Dus dat lijkt echt de goede kant op te gaan. Dus dat is een mooi resultaat, lijkt dat te worden. Het verslag daarvan volgt nog.
Duurzame Dorp hebben ook aangegeven om in dialoog te gaan met de inwoners van onze gemeente, zodat je ook op die manier nog een extra verdiepingsslag krijgt en meer betrokkenheid vanuit onze gemeente. Al die informatie gaan we bij elkaar verzamelen en dat is een mooi bouwsteen voor het bepalen van de ideale energiemix voor Dalfsen. Dus daarin gaan we echt bouwen richting een goede mix waar dat u wordt voorgelegd als raad. CDA, het beperken van het aantal vierkante meters verharding voor nieuwbouw, klimaatadaptatie. We zullen onderzoek doen naar de juridische mogelijkheden hiervan. We zijn wel positief ten opzichte van het idee, maar we willen wel graag eerst de mogelijkheden of onmogelijkheden duidelijk hebben. En dat geldt eigenlijk hetzelfde voor de aanvulling die werd gedaan door de PvdA. Daar zullen nog wat meer aandachtspunten bij zijn. En ik denk dan ook, werd genoemd een subsidieregeling of iets dergelijks. Ja, dat kost weer geld. Dat moet ook ergens weer vandaan komen. Dus dat, maar we gaan er naar kijken. CDA heeft een vraag gesteld over de uitgifte van woningen en de toezegging in Oud-Leuzen. De inschrijvingstermijn is verstreken. Er is een voorlopige inschatting, er zitten wel wat verschillen per kernen, maar u wordt hierover nog geïnformeerd. Ik heb de einduitslag heb ik daarvan nog niet binnen. Dan moet even naar een juiste totaaltelling worden gebruikt, zodat we straks niet voor verrassingen komen te staan. In Oud-Leuzen zijn we op dit ogenblik in een heel vergevorderd stadium. Dus ik hoop u snel daarmee over te kunnen informeren dat we daar weer stappen hebben gezet. U stelt ook nog een vraag over de illegale stort van drugsafval. We begrijpen de zorgen die er worden genoemd. Het voelt onevenredig dat dat bij één persoon komt te liggen. Maar als gemeente kunnen we dat ook niet zomaar overnemen. De overlast, denk aan waterverontreiniging, bodemverontreiniging, kan dermate oplopen dat je tegen miljoenen kostenpost aan kan lopen. En daarnaast hebben we gezien dat CDA Overijssel dit ook aan de landelijke overheid heeft gevraagd. Dus we hopen daarbij aan te kunnen sluiten als het landelijk wordt opgepakt. ChristenUnie, zelfvoorzienendheid van de kernen. Hier zijn diverse duurzame dorpen mee bezig, met de kleinere voorop. Zij vinden de dialoog met de inwoners essentieel en kennen vaak ook de ondernemers en particulieren. Ze zien waar de kansen liggen. De rest van de antwoorden hebben we eigenlijk in de vraag richting gemeentebelangen al beantwoord. Dus ja, volgens mij de gemeente, de duurzame dorpen zijn aan zet en mogen komen met een oplossing en we zullen daarbij helpen waar mogelijk. De kleine kernen willen we graag meenemen. We hebben onlangs een aantal plaatselijk belangavonden gehad en daarin werd gesproken over de mogelijkheid om ook een duurzaam dorp op te richten. We zijn daar natuurlijk afhankelijk van de vrijwilligers die daar zijn. We kunnen niks afdwingen, maar we willen ze ondersteunen en in het opstartondersteuning zullen we hetzelfde doen als bij de andere dorpen. Dus we staan daar zeker voor open. U stelt ook nog de vraag of er een app gebruikt kan worden bij ruimtelijke ordeningen aanvragen. We zien dat er meer mogelijkheden zijn om mensen te informeren. Een app zou daar in sommige gevallen een nuttige aanvulling op kunnen zijn. We zijn het ook al aan het onderzoeken. Dus zeg maar het vervolg van Dalfsen kiest om te kijken of je een app kan organiseren of e-mailadressen verzamelen of misschien wel een WhatsApp-groep kan oprichten. Dus daar kijken we wel naar, maar het is wel per project verschillend. Dus per project wordt gekeken naar een goede mix van schriftelijk of persoonlijk contact aangevuld met visuele en digitale mogelijkheden. We hebben laatst ook een project gehad waar we een maquette hebben laten maken om de buren te informeren van hoe komt het eruit te zien om beeld te krijgen bij het geheel. De vragen van de PvdA. Gevolgen van aanpassen, ambities, duurzaamheid. Inzicht in de budgetten voor duurzaamheid zit er in het bestaande duurzaamheidsbeleidsplan en het uitvoeringsplan. En dit is budgetair op dit ogenblik ook onderbouwd. De visie van het college op de herijking van het beleid uit het coalitieakkoord komt in november in de commissie. Dus dat is dan het moment waarop je als raad de mogelijkheid krijgt om bij te sturen. En dat meerjarenperspectief kan als gevolg van het besluit gewijzigd worden. Met de gevolgen die erbij horen. De rol van de duurzame dorpen is in het huidige beleid heel belangrijk. Het doel van de herijking is volgens het coalitieakkoord dat duurzaamheid en energietransitie sneller en breder worden uitgevoerd. Het college wil de belangrijke rol van de duurzame dorpen hierbij absoluut niet loslaten. Vanuit die gedachte is een beleidswijziging alleen mogelijk met de duurzame dorpen. Dus hier gaan we absoluut betrekken. U vraagt nog naar de prioritering. Ja, die kunnen we op dit ogenblik nog niet beoordelen. Ze vereist een zorgvuldige afweging en die krijgt u bij het bestuursprogramma.
U stelt nog een vraag over de schoolpleinen. Vanuit uitvoeringsplan duurzaamheid is er al een schoolproject gestart. Op educatieve wijze worden de komende jaren de scholen verduurzaamd. Ook zijn er kansen dus voor de groene schoolpleinen. En we hebben al gesprekken gevoerd met de school die u net noemde. En we zijn bezig om afspraken te maken over hoe die samenwerking optimaal kunnen vorm gaan geven. De VVD. U vraagt of wij bereid zijn om een eigen energiebedrijf op te richten. De keuze vanuit het vastgestelde duurzaamheidsbeleid is die rol bij de lokale partijen te laten. De duurzame dorpen krijgen daarvoor een projectbudget tot hun beschikking. En ook via het duurzaamheidsfonds, de garantie die na de zomer in de raad komt, zijn er volop kansen om van onderop lokale kracht aan te jagen. Als we dat terugdraaien door als gemeente zelf een energiebedrijf te willen zijn, vraagt het een andere constructie waarbij wij denken dat er een reële kans is dat de ontstaande lokale kracht en het bijbehorende draagvlak verzwakt. We hebben dus als college niet het voornemen om zelf een lokaal energiebedrijf op te gaan zetten. U stelt nog een vraag over asbestsanering. Dat hebben we in februari 2017 vastgesteld. En de kern van dit plan was dat het saneren van asbest een probleem is dat door de eigenaar zelf moet worden opgelost. De gemeente kan deze verantwoordelijkheid niet overnemen. Onze rol zit vooral op het geven van voorlichting en creëren van bewustwording. Daarnaast zijn er gemeentelijke regelingen op het gebied van ruimtelijke ordening. Op hoger niveau hebben wij de problematiek, oftewel de kosten die het saneren met zich meebrengt, bij de provincie aangekaart. En ook landelijk wordt hier aandacht voor gevraagd. Specifiek op het punt van particulieren in de kernen steunen wij de initiatieven, zoals bijvoorbeeld Groen Gebogen met een plan voor buurtaanpak. Het heeft zeker aandacht. Dank u wel. Dank u wel, meneer Schuurman. Mijn vraag aan u is, ik hoop dat u de administratie allemaal goed heeft bijgehouden, maar mijn vraag aan u is, zijn al uw vragen beantwoord? En dan bedoel ik echt de vragen die u had met nummertjes erachter en zo. Kijk even rond. Is er ergens misschien nog iets misgegaan? Ik vraag niet of u ontevreden bent over de beantwoording van de vraag. Dat is echt een hele andere vraag. Nou, ik geloof het niet. Dus dan is de administratie compleet geweest. Meneer Schrijver. Ja, even toch ter verduidelijking. Naar aanleiding van de reactie van de wethouder van Leeuwen met betrekking tot de rollen. Ik had in mijn betoog in de inleiding aangegeven voor een structureel sluitende begroting in combinatie met de gewenste beleidseffecten moeten we politieke keuzes maken en fundamentele discussies voeren. Hier is de gemeenteraad dus aan zet. En in mijn afronding bij de inleiding heb ik aangegeven dat we naar creatieve oplossingen moeten zoeken. En daarbij, bij die creatieve ideeënuitdaging, zeg ik de coalitie is aan zet. En daar bedoel ik eigenlijk mee dezelfde voorstellen, zeg maar, waar complimenten voor gegeven worden aan de ChristenUnie. Die zou je eigenlijk verwachten van de twee partijen die op dit moment een coalitieakkoord hebben. Ja, dit lijkt me geen verduidelijking, maar gewoon nog een keer vertellen wat u eigenlijk vindt. Ik kijk even rond. Anderen, zijn er vragen vergeten? Meneer Nijkamp? Ja, even naar aanleiding van de reactie van wethouder Schuurman op het idee van de app. Ik heb het idee dat we het niet helemaal helder hebben verwoord. Even een toelichting. Wat we bedoelen is dat belanghebbenden bijvoorbeeld in een straal van 500 meter rondom hun object, hun woning, zich kunnen abonneren via een app of wat dan ook, op signalen wanneer daar iets gebeurt in de zin van vergunningen, of sloop, of evenementen, of wat dan ook. En dat is niet meer dan het toevoegen van een locatie. Een soort vergunningen al uit, zoiets. Zullen we laten onderzoeken. Oké, dit is een stuk meer open, zeg maar, in de reactie. Iemand anders nog? Meneer Broeren, er is een vraag van u vergeten. Ik zit even te zoeken of wie echt vergeten is. Dus ik zit ook mijn eigen administratie even bij te werken. Ja, ik heb mooie. Nee, dat ging over de burgerparticipatie. We hadden daar gevraagd, bent u met ons van mening dat het meer is dan alleen een communicatievraagstuk? En daar heb ik nog niet, ik heb er wel wat over gehoord, maar nog niet een heel expliciet antwoord. Nee, maar u heeft gelijk. Ook die vraag, want in mijn beantwoording zijn vragen weggevallen. En dit was er ook eentje. Dus er zijn bij mij 3 vragen weggevallen, waarvan ik er 2 even weer snel heb opgeschreven. Die van de ondermijning. Ik zeg het even hardop, want dat kan er misschien ook morgen gecorrigeerd worden. Die van de ondermijning, maar die heb ik mondeling beantwoord. Die van het vuurwerk was weggevallen. En deze ook, is ook weggevallen. Maar het antwoord luidt ja, natuurlijk. Natuurlijk zijn we dat met u van mening. U krijgt daar morgen een schriftelijk wat uitgebreider antwoord op.
Maar het is zeker niet alleen maar een kwestie van communicatie. Het is misschien veel meer eerder een kwestie van houding en van oriëntatie. En dan van communicatie, zowel voor de ambtelijke organisatie, het college, als de raad zelf. Nou, nog meer administratieve fouten? Want dit was er wel echt zo eentje. Nee? Dan ga ik denk ik nu de vergadering schorsen. En dan zien we elkaar komende donderdag om 19:30 terug. En dan zijn er een aantal van u die moties hebben aangekondigd en zo, of mogelijkerwijs. En dat vind ik altijd wel spannend, zeker de laatste tijd. Aangezien u mij daar dan ook werkelijk tijdens de vergadering mee weet te verrassen. Dus dat gaan we allemaal zien. Dank u wel voor uw inbreng en tot komende donderdag. Ik schors de vergadering. Weer fout.